Van harte welkom bij Operatie Interview. En u kunt het wel raden, alles is anders. Het basisconcept blijft hetzelfde. 1 prominente gast en 3 geheime interviewers. En u weet zo direct, als enige, namelijk de hoofdgast niet, precies waar de journalist naartoe willen. Wat hun strategie is en wat ze uit het interview willen halen. Kortom, de kunst van het interviewen. Wat is anders? Vooral natuurlijk dat u hier niet in de zaal bent en dat u vandaag bij ons bent via de livestream. Dat betekent dat we dus in een lege zaal zitten met zo direct 3 journalisten en onze hoofdgast. En het kan zijn dat u nog 1 iemand door de zaal ziet gaan, maar dat is onze huisfotograaf Jan Boeven. Dan bent u voorlopig bijgepraat. Hoog tijd om onze hoofdgast aan u voor te gaan stellen. Dames en heren, hij werd geboren in Capelle aan de IJssel, zoon van een timmerman. Hij klom op van de HAVO naar de Universiteit Utrecht, waar hij de studie economie voltooide. In 2003 ging hij aan de slag bij het ministerie van Financiën. Ambtenaar dus. 7 jaar later de Kamer in voor D66. En in datzelfde jaar werd hij direct gekozen tot politiek talent van het jaar. Inmiddels is hij demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dames en heren, niemand minder dan Wouter Koolmees. Kijk aan. Denkt u het ovationele applaus erbij? Ja. Ga zitten, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Zo. Hoe is het? Goed. Ja? Ja, en met u? Beetje gek om te zeggen misschien, maar u ziet er wat beter uit dan een paar maanden geleden. Dat klopt, ja. Ja, hè? Ja. Hoe komt dat? Nou, van de zomer had ik, vlak voor de zomer was dat, had ik eigenlijk een tijdje lang het vice-premierschap overgenomen van Kajsa Ollekan, die een tijdje uit de relatie was. En het pensioenakkoord speelde toen. En dat was het begin van de coronacrisis, waar we elke zondag in het katshuis zaten met Hugo de Jonge en Mark Rutte. Dus toen was ik wel klaar, zal ik maar zeggen. Er zat een vlek op mijn hoofd. Van, ja. In de herstellende fase. Ja. Heel goed, heel goed. Ja. We gaan het over interview hebben. Wat is eigenlijk uw relatie met interviews? Is dat een soort moedje wat erbij hoort bij de functie? Of is het iets leuks? Wat is het eigenlijk voor u? Heel verschillend. Het kan heel leuk zijn. Het kan heel inzichtelijk zijn. Het kan ook een moedje zijn dat je denkt, ja, dan komen de grijs gedraaide platen weer. Ja. Is er wel eens een interview geweest waarvan u achteraf dacht, oh nee? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben blij dat u het zegt, want wij konden het ook niet vinden. Nee? Nou, mooi. Maar zit er dat in dat u bij spreken niet heel vaak, dat u het zo op de inhoud heeft dat u niet gepeperde uitspraken doet waar u mee mensen tegen de schenen schopt? Dat zou heel goed kunnen, ja. Ik ben niet iemand die van nature de scherpe randjes opzoekt. Nee. Ik ben van nature juist iemand die wil verbinden en bij elkaar wil brengen. Ja. Is dat een voordeel als je politicus bent? Dat hoort misschien toch ook een beetje bij af en toe, of juist niet? Nou, ik vind van niet. Ik denk niet dat het helpt. Het hoort, ik denk dat ook. Ik ben ook nooit lijsttrekker willen worden. Precies om die reden. Want ik denk dat je als lijsttrekker toch af en toe de scherpe kantjes moet opzoeken. Terwijl van nature ik juist wil verbinden en wil zien wat er bij de ander speelt, zou ik maar zeggen. Maar je wilt dus dan niet lijsttrekker worden om dan de leider van een partij te worden. Maar je bent ook leider nu van een ministerie wel. Maar dat is toch echt anders? Ja? Dat is zeker ook een ministerie van Sociale Zaken. Dat is gericht op de polder, vakbonden, werkgevers, heel veel partijen. Heel groot ministerie, begroting van 100 miljard euro dit jaar. Dus dat is gigantisch. Maar dat is juist gericht op samenwerken, verbinding zoeken en akkoorden maken en dat soort dingen. Dus dat is juist gericht op minder polariseren en meer harmonie brengen. Althans proberen te brengen. Ja. Ik sprak een journalist en die zei, ja, die Wouter Koolmees, Het is geen lekminister, maar het is meer een uitlegpoliticus. Kunt u wat duiding geven aan deze uitspraak? Nou, als Kamerlid kwamen heel veel journalisten bij mij op de Kamer om te vragen, om uitleg te krijgen over overheidsfinanciën of over techniek. Waar ik dol op ben, wat ik graag ook doe. Dus dat heb ik heel vaak gedaan, inderdaad. Maar wat doet het voor een relatie met een journalist als je eerst iemand een privécollege op je kamer geeft hoe het eigenlijk in elkaar zit en daarna geïnterviewd wordt? Nou, het helpt wel om het verhaal beter te vertellen, toch? Ja, dat is een understatement volgens mij dit, hè? Ja, precies. Ja, het is ook wel gedienstig natuurlijk. Het zorgt er wel voor dat je je boodschap beter kunt overbrengen. Zeker als je boodschap wat genuanceerder is. Hoe gaat u normaal gesproken interviews in? Kijk, normaal gesproken weet je natuurlijk wie je gaat interviewen. Dan ken je het medium en dan kan je toch een beetje inschatten wat ongeveer de bedoeling is. Dat is natuurlijk allemaal niet zo vandaag.
Normaal gesproken, laat je iets over je heen komen? Of heb je een soort strategie wat je sowieso kwijt wil, los van wat de journalist vraagt? Nee, ik laat het over me heen komen. Ja? Ja, ik, het begin van mijn politieke carrière, toen ik net Kamerlid was, ben ik allemaal met boodschappen op pad gestuurd. Dat je boodschappen moest, D66 staat hiervoor en daarvoor, en minimaal onderwijs noemen en dat soort punten. En 6 keer D66 noemen. Nou, dat leidt in mijn hoofd tot kortsluiting. En dat leidt af tot een soort gespannen relatie. Dus dat doe ik gewoon niet meer. Ik zie wel wat er komt. Even één ding, ik hoop niet dat ik het gras voor de voeten wegmaai van de journalisten. U staat niet op de lijst. Nee. Maar u gaf ergens wel aan dat u bereid bent ergens over na te denken, mocht er weer een ministerspost langskomen. Nee, ik heb geformuleerd dat ik erover aan het nadenken ben. Omdat ik, daar zijn er gewoon twee kanten aan. De ene kant is, ik heb nu bijna 11 jaar ben ik politiek actief. Ik had vlekken in mijn gezicht afgelopen zomer. Ja. Ik heb 2 jonge kinderen. Ja. Dat is één kant. En de andere kant, ik vind het heel erg leuk. Ja. En u geeft zelf mij ook net een beetje aan om de hele tijd in interviews 10 keer D66 te roepen en onderwijs. Dat gelooft u eigenlijk wel, dat type politiek. Maar leiding geven aan een ministerie? Nou, dat heb ik ontzettend leuk gevonden, ja. Ja, maar vooral, nog steeds, hè? Nog steeds, ja. 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 Dus dat denken daarover is niet in het beginstadium? Nee, zeker niet. Ik ben al lang over aan het nadenken. Ja, ja. Ja, klopt. Ja, okay, ja. Maar de glimlach geeft toch een beetje aan dat. Nee, ik ga er niet meer over zeggen. Maar ik vind het werk heel erg eervol en mooi. Maar ik heb een zoon van 9 en een dochter van 6. En die hebben niet anders meegemaakt dan heel hard werkende papa. Ja. Dus dat is echt wel een onderdeel van mijn afweging. Oké. Ja. Dat laat ik liggen. Ja, dank. Als u interviews gegeven heeft, en misschien vooral ook op televisie, kijkt u die terug? Nee. Waarom niet? Ik kan er niet naar kijken. Want? Ja, ik heb geen interesse in om terug te kijken. Nee, dat. Maar ook, ik vind het ook heel vermoeiend om naar mezelf te kijken. Maar wat ziet u dan? Nou, de formulering of de. Ik vind het gewoon niet fijn om terug te kijken. Dus ik doe het gewoon niet. Want ik denk, ja, ik leer er ook niet zo heel veel van. Althans, dat zo voel ik dat. En ik weet wat ik gezegd heb ongeveer. Maar u denkt niet dat als je iets terugkijkt en dan niet ongeveer weet wat je zegt, maar exact terugziet wat je gezegd hebt, dat je daar iets van leert? Dat denkt u niet? Nee, je zou er wat van kunnen leren, maar ik vind het heel moeizaam om naar mezelf terug te kijken. Ja, dat is het volgens mij. Dat is het, ja. Ik vind het ook niet zo heel interessant. Als ik iets belangrijks heb gezien, dan gezegd, dan komt dat wel weer ergens in de krant terecht. Okay. Dus ik ben, ja. U bent niet ijdel, hè? Of wel? Nou ja, als politicus ben je natuurlijk altijd een beetje ijdel. Want je gaat niet voor niks, ja, voor zo'n camera staan. Hè? Je zoekt niet voor niks een podium op. Dus helemaal zonder ijdelheid kan het volgens mij ook niet. Maar ik ben misschien op een andere manier ijdel. Dat laat ik echt aan de 3 interviews geven. Plichtmatig, routinematig, stel ik altijd de vraag aan de gast. Wie hoopt u dat er door de deur komt? Oh jee. Ja? Ja, ik heb er heel bewust niet over nagedacht. Ja, dat doet u maar nu, stand de P. Ja, het lijkt me leuk, er zijn 3 interviewers, dus het lijkt me leuk om iets inhoudelijks te doen. Het lijkt me iets leuk om iets meer politiek, of algemene politiek, zou ik maar zeggen, te doen. Nee, dat taartpuntje, dat hebben wij, wat u net zegt, precies, daar, ja, zijn we, ja, mee aan de slag. Dus ja, ik durf, ja, u te zeggen, wij zijn er aardig in geslaagd. Ja, okay. Maar nu even een naam. Nee, ik ga geen naam. Nee? Nee. Is er nog iemand van u zegt, oh nee, niet die? Nee. Ook niet? Nee, ook niet. Nee, juist mensen waarvan ik denk, oh jee, niet die, zijn vaak, toch vaak, als je ze spreekt, hele intelligente, leuke mensen. Oké, daar doen we het mee. ik ga u uit deze ruimte nemen, want wij gaan naar de operatiekamer. Ja. Kom mee. Mag ik mijn water meenemen? Jazeker. Ik ga u voor. Kom mee. Let op. Hier zit hij, de operatiekamer. Dan mag u op die stoel gaan zitten. Ja. En dan hebben we muziek uitgezocht, want wat niet iedereen weet, u bent zelf een gitaarspeler. Ja, maar dat is wel heel lang geleden, hoor. Ja. Ik heb er nog 2 gitaren thuis staan, maar. Oké, maar we hebben iets gevonden waarvan wij denken, in ieder geval getipt zijn, dat u het leuk zou vinden. Misschien kunnen we het even horen nu ook. Tot ziens. Ja. Ja, het is gewoon een punt dat we dit weten. Nee, ik ken het niet. De Foo Fighters. Foo Fighters. Ja, ik ben ouder, joh. ik ben van Pearl Jam, Nirvana en Smashing Pumpkins. Maar dat wat u speelt, kan dat ook in de openbaarheid getoond worden en gehoord? Nee, dat niet. Nee, dat niet. Nee. Dat niet. 20 jaar geleden nog wel, maar nu niet meer. Oké, okay. Ga zitten. Ja. Want wij gaan het uitgebreid over u hebben zonder u. Ja. Gaat het goed hard? Hij staat goed hard, ja. Oké, okay. Tot zo. Tot zo. Ja, dames en heren, ik ga weer snel hier naar mijn plek toe.
Let op. Want, hoog tijd om de drie journalisten aan u voor te stellen. Achter die andere deur, niet die deur, daar bent u. Niet die deur, maar achter die deur zitten de drie journalisten. Ze staan klaar. Ik ga ze naar voren halen. Dames en heren, onze eerste interviewer heeft een absolute liefde voor de radio. En de radio heeft ook wel een liefde voor hem, kan ik wel zeggen. Daar hoor je hem namelijk vaak bij het programma Nooit Meer Slapen. In 2015 won hij de zilveren reismicrofoon. En afgelopen zomer zag je hem nog als presentator bij Op 1. Dames en heren, tot ons zeer grote genoegen, Pieter van der Wielen. Krijg je een box. Pieter, welkom. Ga zitten. De volgende gast, interviewer. Hij is net als Wouter Koolmees een man van cijfers. Sterker zelfs, hij werkte zelfs op dat ministerie van Sociale Zaken. Maar dan gaan we heel ver terug in de tijd. Hij werkte dus daar en hij was maar liefst 7 jaar de directeur van het Centraal Planbureau. Nu is hij hoogleraar, dat was hij aan de Universiteit van Cambridge. En dat is hij nu aan de Universiteit van Utrecht. Dames en heren, Koen Teulings. Koen, welkom. Tak, ga zitten. Ja, gaat u zitten. En onze derde gast, dames en heren. Zij begon haar carrière bij BNR Nieuwsradio. Vanaf 2015 schreef zij columns voor NRC, maar ook voor Trouw en de Volkskrant. Sinds 2018 richt ze zich volledig op Den Haag als politiek verslaggever van NRC Handelsblad. Je kan haar niet missen als je Haagse Zaken van NRC, de podcast, luistert. Dames en heren, Lemya Aourai. Welkom. Kom zitten, kom zitten. Nou, nog iets wijzer geworden van het voorgesprek net? Lemya? Er is niks meer overgebleven. Nou! ja, dat is natuurlijk het bijzondere. Jullie zijn in ieder geval hier twee geoefende interviewers. En de Teulings iets minder. Ik ben volstrekt journalist, ben ik aangekondigd. Geheel nieuwe functie. Gaan we het zo direct over hebben. We gaan het rijtje af, want jullie gaan ook in die volgorde direct op. Piet, ik ga met jou beginnen even. Wat ga je doen? Nou, het leek mij leuk. Ik dacht, Lemya doet het meer politieke. De inhoud, de economie. Ja. En ik dacht, ja, die meneer Koolmees. Wie is dat eigenlijk, die hele meneer Koolmees? Ja. Ik heb hem 1 keer gesproken bij Op 1, maar dat was toen heel politiek. En toen werden er gigantische steunpakketten uitgedeeld. En echt miljoenen spoten de lucht in. Dus hij is heel belangrijk. Maar de man zelf, waar hij voor staat, ja, waar hij vandaan komt, wat hem eigenlijk drijft en wat voor ideologie daarbij hoort, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Vind ik ook heel fijn hoor, dat ik het niet weet. Want ik vind in deze coronacrisis dat ik van sommige politici veel te veel weet. En denk, nou ja, een beetje meer gravitas zou nu wel lekker zijn. Je hoopt eigenlijk op een soort Dr. Rieu uit de Pest van Camus. Iemand die zich helemaal stort op de crisis en probeert het op te lossen. En wel een soort ijdelheid heeft, maar ijdelheid in dat werk en niet in zijn in andere dingen. Laat ik het niet te persoonlijk maken. Maar tegelijk, ik wilde toch wel weten, wie is die man? Ja. Ik luister altijd met veel plezier naar jouw programma. Tenminste, mocht ik zo laten opblijven. Wat mij altijd opvalt is dat jij de eerste paar minuten vaak ook echt gebruikt om even contact te maken met iemand. Ja, dat klopt. Maar nu is het interview natuurlijk korter. Het is 12 minuten. Dat geldt natuurlijk voor alle drie. Wat betekent dat voor jouw interviewaanpak zo direct? Nou ja, er is heel kort gezegd, er is minder tijd. Ja. Dus je moet snel naar de beef. Toe, ja, zeg maar. En wat is je strategie om die beef te pakken? Nou, wat ik eigenlijk altijd leuk vind in een interview, als dat lukt, en je kan het een beetje vergelijken met fotografie. Ik had van de week een gesprek met Rieneke Dijkstra toevallig daarover. Het mooiste is als de camera niet meer daar is. Dus soms poseert iemand voor een foto, trekt een duckface. En dat doen mensen in een interview op hun eigen manier eigenlijk ook. Niet letterlijk een duckface, maar je wordt geïnterviewd en iemand is de interviewer. Ik vind het mooist als dat even lijkt te verdwijnen en dat je iemand even kan zien. Zonder dat de setting in de weg staat van het beeld. En hoe bereid jij je voor? Heb je een aantal ankerpunten of heb je echt een soort route hoe je me gaat aanpakken? Nee, ik doe dat eigenlijk nooit, dat ik vragen van tevoren bedenk of uitschrijf. Ik denk altijd dat het gaat om de antwoorden. Dus je moet weten wat je wil weten. Maar dat wil niet zeggen dat je van tevoren helemaal weet hoe je dat gaat vragen. En wanneer is het interview voor jou geslaagd? Nou, als ik denk dat ik weet waar het leven van meneer Koolmees over gaat. Maar even dan toch even, ga je wij spreken meteen met gestrekt been in? Of gaan we eerst even omarmen? Wat gaan we doen? Nou, ik denk dat het nodig zal zijn om meneer Koolmees uit zijn Koolmees-modus te halen. Want hij is nu toch een beetje de minister en een beetje op zijn hoede. Dus ik hoop dat er een manier is om hem
zo te ontwrichten dat hij iets gaat geven. Fijn als jij dat alvast doet voor ons. Als dat lukt. Okay. Ja. Maar even toch, want we gaan dus meekijken. Het is natuurlijk interessant om te weten van tevoren hoe je het gaat doen. Wat wordt je openingsvraag? Weet je dat bijvoorbeeld? Nee, ik heb geen idee. Je gaat gewoon zitten? Ik ga gewoon zitten en dan kijken we hoe het gaat gebeuren. Ja. Ik heb niet een soort briljante eerste vraag. Ik vond jouw eerste vraag bijvoorbeeld heel lekker. Hoe gaat het? Ja, maar dat vind ik dus eigenlijk geen betere openingsvraag die je aan iemand kan stellen. Maar die heb jij al gesteld. Oké, sorry daarvoor. Nou ja. Dus kort samengevat, het is heel instinctief. Het gaat om contact maken en eigenlijk gewoon een oprechte interesse hebben. En dat hij dus ook voelt dat je de oprechte interesse hebt hoe die man buiten zijn werktijden en wat hem drijft en wie hij is. Ja, en het is natuurlijk vandaag een heel koude dag, dat zeg ik er even bij. En wat ik dan op een koude dag zelf heb, is dat ik liever binnen zit en naar buiten kijk dan dat ik buiten sta en naar binnen kijk. En dat thema, dus ook zo'n liedje van Ella Fitzgerald, dat kan je misschien herinneren, van Why Should You Be Standing on the Outside Looking at the Inside, et cetera. Dat is denk ik een heel mooi thema om me af te vragen of Wouter Koolmees, hij is natuurlijk een minister, de ultieme insider. Maar volgens mij voelt hij zich niet altijd een insider. En hij is in ieder geval van geboorte geen insider. Dus het outsider-insiderschap, dat lijkt me een mooie lijn voor dit interview. Mooi. Spannend. Ga met interesse kijken. Lemia, aan jou. Politieke taartpunt, zal ik maar even zeggen. Ja. Ja, ja, zeker. Want hij is ook D66'er. En toch wel een insider wat dat betreft. Het gaat niet zo heel goed met die partij. Tenminste, als je kijkt naar de rest van de coalitiepartijen, loopt D66 behoorlijk achter in de peilingen. Vandaag gepeild op 13 tot 15. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe die kijkt naar het functioneren van D66... ruim een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen. En hij is een analyticus, hè? Het is echt een man die houdt van de analyse. Dus ik zou hem willen verleiden om de analyse op zijn eigen partij los te laten. Met een camera erbovenop en al die mensen die meekijken. Wauw. En er is nog iets, maar goed, dat is 12 minuten. Hè? Ja? Ik begin mijn interviews altijd met het idee dat ik heel veel en dan vervolgens moet je terugbrengen. Maar dat doe ik dan tijdens het interview. Dus als ik zie dat echt iets heel erg oninteressant is of niet werkt, dan heb ik een plan B. Hij is natuurlijk ook de minister van Integratie, Sociale Zaken, Werkgelegenheid. Dat valt eronder. Een portefeuille waar we eigenlijk niet over hebben gehoord. Bijna niet. Ik heb even teruggezocht. 1 lezing, 1 opiniestuk en wat een aantal pogingen. Maar het is niet heel veel. Terwijl er wel heel veel speelde het afgelopen jaar. Black Lives Matter. Bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen. Hij vindt van zichzelf dan dat hij dat het niet aan hem is, maar dat het meer maatschappelijk debat is. Dat het niet zoveel zin heeft voor hem om zich daarover uit te spreken. Tegelijkertijd is D66 wel campagne aan het voeren over met moreel leiderschap. Dus zeg maar dat spanningsveld, daar zou ik het ook nog wel even over willen hebben. En dus je gaat dus breed in. Ja. En of je plan A doorzet of kies voor plan B. Dat gaat tijdens het interview. Ik heb hem nooit geïnterviewd, hè? Dus dit is voor mij ook een first one. Ja. Oké. Ja. Is dat niet merkwaardig? Nee, het is echt een financiële man. Hè? Dus we hebben echt de vakjournalisten die hem interviewen. Oké. Wanneer is het interview voor jou gestart? Simpel gezegd, je gaat wel een onderwerp aansnijden dat het vrij snel nieuws is. Ik bedoel, je bent natuurlijk een nieuwsvrouw. Dat klopt. Maar ik ben niet echt een nieuwsmaker, hoor. Wil ik maar even bij zeggen. Ja, dit onderwerp waarbij je het over gaat hebben. Ik ben gewoon heel benieuwd. Ik denk dat heel veel dingen die hij zou kunnen zeggen nieuws zouden kunnen maken. Maar tegelijkertijd is hij denk ik best wel voorzichtig waar het D66 betreft. Hij voelt zich denk ik heel zeker waar het gaat om cijfers, pensioenen, dingen die je vast, hè, die heel concreet zijn. En wat minder bij dit. Spannend. We gaan met plezier met je meekijken zo. Koen. Ja. Ja, leuk dat je met ons meedoet, want dus geen geoefende journalist. Dat is overigens ook zeer gebruikelijk hoor, bij dit programma. Laten we even je kon ons wel aan als 3 journalisten. Ja. Het is niet zomaar 3 interviewers, 3 journalisten. Maar goed. Nee, maar goed, je zei van tevoren, we zaten een kopje koffie altijd. Ja. Ik zei, ja, je bent een hoogleraar en die luisteren voornamelijk graag naar zichzelf. Ja. En nu moet je vooral vragen stellen en naar de ander luisteren. Nu is het interessantste wat Wouter zegt. Ja. Dat is de grote vraag. Ja. En bij jullie ook aantekenen, jullie kennen elkaar ook, hè? Ja, we kennen elkaar. Goed. Is dat een voordeel vandaag? Ja, dat denk ik wel. Kijk, daardoor, tenminste, moeten we afwachten hoe het uitpakt. Maar ik denk dat, kijk, wat ik wil bereiken, komen we zo op. Maar je wil hem een zekere veiligheid geven in, laten we zeggen, wij zitten analytisch te praten. En ik denk dat dat mogelijk moet zijn. Ja. En kijk, dit is anders heel historisch. Ik heb veel met hem over pensioenen gepraat, daar zijn wij het niet eens. Wat ik eigenlijk over zou willen hebben, is corona. Kijk, hij is natuurlijk
Jij zei dat al, hij heeft 100 miljard uitgegeven. De steunpakketten. Nou, de steunpakketten zullen iets minder zijn, maar in ieder geval belachelijk veel geld uitgegeven. En hoe voelt dat nou? Heeft hij dat gedaan? Ja. Maar de echte vraag is natuurlijk, er is in het kabinet verdeeldheid over het beleid. En eigenlijk denk ik dat hij gelijk heeft. Dus de drie W's vinden iets anders. Moet je even uitleggen, de drie W's? Dat is Wopke, minister van Financiën. Inmiddels een vertrokken minister Wiebes. Ja. En Bas van het Woud heeft ook een W. En die heeft ook een W, we kunnen doorgaan, maar die heeft nog geen profiel op dat terrein. Okay. Maar de drie W's die vonden duidelijk iets anders dan de witte jassen, zoals Tom Jameels dat mooi opschreef. Rutte en de jongen. En ik denk dat ze gelijk hadden, de drie W's. En dat, die hebben met heel veel moeite hun gelijk bevochten. Hebben het onderspit gedolven in november eigenlijk. Ze zijn er akkoord gegaan. Ik weet niet precies of ze dat voelen als. En we moesten wel of we zijn het ermee eens. Dus dat is een van de dingen die ik graag zou willen weten. En hoe het nu voelt. Nu, ik ben benieuwd wat hij nu vindt. Of hij nu denkt van ja, dat is niet helemaal goed gegaan. Die schoolsluiting is echt gewoon verkeerd. Of dat hij denkt, nee, het is nog steeds een goede maatregel. En als hij denkt dat het verkeerd is, ja, hoe het dan komt dat hij hier terecht is gekomen. En je zou ook kunnen denken, dat in zo'n tijd is het natuurlijk heel spannend, ook het belang van het kabinet met één mond praten, maar als hij ooit iets zou toch anders zou willen zeggen, zou het nu een campagnetijd? Tom Jameels columns zijn volstrekt helder. Er is verdeeldheid in het kabinet, dat weten we allemaal. In november was dat echt heel open op tafel. Dus hij kan kiezen om gewoon te zeggen, ja, daar mag ik niks over zeggen. Of hij kan zeggen, ja, nee, we denken daar wat anders over. En bij D66 profiel, D66 heeft wat dat betreft, denk ik, hier volstrekt gelijk gehad. Hoort een beetje, niet alles opofferen aan de bestrijding van corona. We hebben ook nog een ander leven. Ja. Dus het komt ook aan om dus een soort vertrouwen en een goed gevoel te geven, om dus dingen te zeggen die jij graag van hem wil horen. Ja. En wat is daar de bijbehorende strategie? Nou, kijk, ik denk we beginnen gewoon wat er in maart gebeurd is. Dus gewoon, wat ik ook wel benieuwd ben hoe dat gegaan is. Ze hebben dus in een weekend, ik had een vriendin, die is directeur bij sociale zaken, dus ik weet hoe dat gegaan is. In een weekend hebben ze bedacht, of in een week hebben ze bedacht, hoe al die miljarden uitgegeven moesten worden. Dat is wonderwel goed gegaan. Dat is echt, daar mag Nederland trots op zijn. Trots op zijn. Nou, ook nee, maar ook dankbaar voor het ministerie van Sociale Zaken dat we dat goed geregeld hebben. Dat is gewoon, daar hebben we mijn kapper, om het gewoon heel concreet te maken, die werd gekapt ergens in april of zo. Nee, dat zal niet, na de lockdown. En toen zei ze, ja, het was ongelooflijk, maar na 3 dagen had ik dat geld op mijn rekening. Ja. Nou, dat is heel knap. Dus ik ben eerst al benieuwd hoe ik dat nou voor elkaar heeft gekregen. En dat gaat ook dwars in tegen wat ik eerder een keer met hem meegemaakt heb. Tijdens de grote financiële crisis, 2008, 2009, was hij als ambtenaar van financiën, was hij echt, god, dat al die miljarden voor de banken, dat voelt gewoon slecht. Ja. Dus hier heeft hij totaal anders gedaan wat hij als ambtenaar gedaan heeft. En dat is een waarschuwing van algemene aard. 12 minuten gaat echt zijn. Dus dit gaan we allemaal, we gaan een heleboel wegsnijden. Ja, dus je ik moet zit nu tegen moment, jou te zeggen. Nee, dat is heel goed, maar je weet natuurlijk op een gegeven moment, als hij dan lang in zijn antwoord zit, dan moet je op een gegeven moment... Nee, gaan we onderbreken. Tak. Goed, ja. Voldoende voorgesproken. Hoog tijd om te gaan beginnen. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ga je voor. Succes. Kom mee. Even hier achter mij wachten. Best lekkere muziek. Ja. Bent u er klaar voor? Zeker. Wij namelijk ook. Hoog tijd om de eerste gast aan je voor te stellen. Hoi. 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 We hebben elkaar wel eens gesproken. Ja. Zo. Waar was dat ook alweer? Bij Op1. Op1, ja. Toen ging het over geld uitgeven. Ja. Dat zijn we heel goed in de laatste jaar. Ja. Hoe voelt dat eigenlijk? Om geld uit te geven? Ja. Daar heb ik geen echt grote gevoelens bij. Ook niet als je een paar miljard zo... Nee, een paar miljard is zo abstract. Daar kun je geen voorstellingsvermogen van bij maken. Dus het is gewoon heel erg veel geld. En wat voor mij heel erg bijzonder was, de eerste steunronde, was dat 140.000 bedrijven steun hebben aangevraagd. Dat vond ik vooral heel massief, dat er 140.000 bedrijven waren. Dat er behoefte aan was. Ja. Ja. Heb je veel stress? Met vlagen. Het is niet stressloos, dit bestaan. Nee, dat niet. Het lijkt me een heel stressvolle baan en een heel stressvolle tijd. Nou, het valt op zich valt dat wel mee, behalve als er heel veel dingen bij elkaar komen. En zo'n, wat ik net al zei, het voorgesprek, dat heb je misschien niet gehoord, maar
Eerder dit jaar was ik tijdelijk vicepremier, kwam een steunpakket, er kwamen eraan. Maar was ook een pensioenakkoord, waar ik in de laatste fase van de onderhandelingen zat. En dan komt er ontzettend veel bij elkaar en dan wordt het wel heftig, ja. En dan krijg je vlekken, ja. Zei je. Wat doe je nog meer uit stress? Want je bent gestopt met roken, geloof ik. Ja. Nog steeds? Ja, nog steeds, ja. Ja. En verder, slaap je goed? Eet je goed? Ja, dat slapen wel. Sporten. Eten is te onregelmatig. Toch vaak te snel. Dat is niet goed voor je. Sporten probeer ik wel te doen. Ik ben nu 's ochtends te fietsen. Normaal gesproken heb ik een sportschool, maar die is ook dicht. Dus ik heb zo'n fiets gekocht thuis. En als ik dan wakker word, ga ik op de fiets zitten. 2-3 keer per week. Heb je veel schuldgevoel? Dat je zei dat je toch ook de afwezige man was. De man met een drukke baan. De vader die er niet was. Ja, soms wel. Ja. En het grappige of het bijzondere is dat naarmate de kinderen ouder worden, dat ook duidelijker wordt. Dat ze ook nu gewoon zeggen van waarom ben je er zo vaak niet? Of zoals vandaag, we stonden te schaatsen vanmiddag, begin van de middag. En toen moest je weer werken? Toen moest ik werken, ja. Moet je weer werken? Dat is wel een soort een schuldgevoel momentje, ja. Iets waarvan je dacht dat je het anders zou doen toen je eraan begon? Toen je vooruitkeek op je leven toen je jonger was? Nee, dat niet. Nee, het is ook. Het hoort erbij. En ik vind het ook leuk. En ik vind mijn werk leuk. En ik denk dat ik daardoor ook een leuke mens word. Omdat ik dat leuk vind. Dus dat ik dat geen negatief effect heeft op mijn kinderen. Alleen, ik ben er vaak niet. En bizarre is eigenlijk, het laatste jaar ben ik er vaker meer thuis. Omdat ik veel vergaderingen via de WebEx, hè, via de computer kan doen. Dus paradoxaal genoeg ben ik het laatste jaar meer thuis dan de jaren daarvoor. Twee drukker was. En drugs, ja. doe je die nog wel eens? Of nee. Wel gedaan vroeger? Zeker, ja. Ja, toen ik jaar of 16 was, 17 was, ja. Toen nam je ook wel eens rum-cola voor de les begon. Voor het eerste uur zat je al aan de rum-cola. Nee, dat niet voor het eerste uur. Voor het tweede uur? Op school niet. Wat we met een groepje vrienden wel deden, en dan heb ik het over 16, 17 jaar. Is een fles cola kopen en een fles rum. En dan indrinken bij iemand thuis. En dan daarna 2 biertjes drinken in de kroeg. Want zoveel geld. Dat je daar geen geld voor had. Nee, ja, precies. En dan een jointje erbij om het af te maken. Ja. Er is een tijd geweest dat eigenlijk niemand zou hebben gedacht dat jij ooit minister zou worden. Ja, dat klopt. Heel lang. Denk ik. Heel lang was er niemand van wie je minder dacht dat hij ooit minister zou worden, ja. Dan jij. Want er was geen ambitie op dat moment. Of misschien de ambitie om Kurt Cobain te worden, maar niet echt. Klopt, ja. Om in het systeem te komen. Dat heeft ook te maken met mijn middelbare schoolcarrière. Ik ben eigenlijk pas op mijn 16 of 17 heb ik een soort knop in mijn hoofd omgezet van. Als je later iets wil, dan moet je er toch iets voor gaan doen. En dan moet je een diploma halen. En daarvoor was ik daar gewoon oprecht niet mee bezig. Het was gewoon, ik weet ook heel weinig van die jaren. Het heeft niks met drugs te maken, maar ik weet gewoon weinig van die jaren. Ouders zaten in een scheiding. Niet in je op. En, nee. En die scheiding van je ouders, was dat de reden, denk je? Nee, ja, dat is een verklaring. Maar het was gewoon een onrustige tijd tussen mijn 9e of zo en mijn 16e. En het zat op de MAVO. Ik was niet overambitieus. Ik was wel op zich wel een aardige jongen hoor. Ik was niet een rebel of zo. Maar pas op toen ik in 4 HAVO zat en in 1 keer goede cijfers ging halen, dacht ik ook van, oh, dit kan ik eigenlijk ook best wel. En toen werd ik ook wel gestimuleerd door vrienden en vaders van vrienden om daar meer mee te doen. En pas sindsdien ga je dan nadenken over wat kan je dan eigenlijk mee. Dus jouw vrienden stimuleerden jou en maakten jou ervan bewust. Ja. Dat je wel degelijk iets kon bereiken in het leven. Dat je iemand kon worden. Ja, ik zat op de MAVO en mijn vrienden zaten op het VWO. En die zeiden ook gewoon tegen me, jij kan veel meer dan dit. En ook vaders van vrienden zeiden dat tegen mij. En dan ga je er voor de eerste keer aan denken. En dan haal je goede cijfers en denk je, ja, misschien moet ik dan de stap maar wagen. Dan ben ik je ouders hadden je dat niet verteld? Ja, wel, mijn moeder was... Ik woonde bij mijn moeder. Mijn moeder is een hele lieve, supportive vrouw. En die steunt mij door dik en dun. Maar de duel voor de schoolcarrière, zou ik zeggen, die komt echt bij mijn boezemvrienden vandaan. Die ik nog steeds ook
tot mijn boezemvrienden mag rekenen. Die ook gewoon zei, je moet het gewoon doen. Die jou geïnspireerd hebben eigenlijk om verder te komen. Ja. Ja, jouw moeder heeft ook een tijdje in de bijstand gezeten. Ja, en elke keer, in elk interview komt dat punt weer naar boven. Nou ja, omdat je natuurlijk nu over de bijstand gaat. Ja, dus dat, precies. Het siert je dat je dat nooit heel erg in campagnetijd gebruikt hebt. Of dat je dat nooit heel erg hebt geprobeerd uit te venten. Van ik weet hoe het is. Dat siert je. Ik weet ook niet hoe het is. Ik was 12, 13, ja. Mijn moeder heeft een aantal jaar in de bijstand gezeten na de scheiding van mijn vader. En is in die tussentijd is ze een herinteringscursus gestart. En is toen gewoon daarna op mijn 13e is ze gaan werken in het ziekenhuis, waar ze nog steeds werkt. Dus ik heb dat niet gezien als een heel langdurig proces. Of bepalend. Nee. Heb je eigenlijk altijd een insider gevoeld toen je een insider werd? Of heb je nog steeds wel eens het gevoel dat je er eigenlijk niet bij hoort? Of dat je de mores hebt moeten aanleren? Ik heb wel de mores moeten aanleren, ja. In wat voor dingen? Waar zitten we dat in? Ja, dat is heel moeilijk om dat concreet aan te wijzen. Maar het zit hem echt in hoe mensen praten bijna. Welke opmerkingen er wel kunnen en niet kunnen. Of je wc of toilet zegt of zo. Ja, dat is dan weer, zou ik zeggen, kakkers versus niet-kakkers. Dat is weer later gekomen. Maar ook de grappen die je maakt of de humor of de hoe ga je om met je baas of dat soort grappen. Die moet je wel leren. Daar had ik geen referentiekader voor of zo. En voel je nu een insider? Ik ben de ultieme insider. Ja, maar je bent het, maar voel je het ook? Ja. Ik ben 43, blanke man met een bril en minister. Ja. Hoe insider wil je worden? Ja. Het is natuurlijk wel iets dat uiteindelijk in Nederland nog steeds aan de hand is. Je hebt insiders en outsiders. Ja. Is dat iets wat je dagelijks ervaart als je binnen zit? Ja, dat is wat ik dagelijks. Ik zou wel durven zeggen dat een van mijn centrale thema's is waarom ik in de politiek ben gegaan. Omdat het. Op de arbeidsmarkt geldt dat. Mensen die er niet tussen komen, van flexcontract naar flexcontract. Het geldt ook voor talentvolle kinderen die er niet tussen komen, omdat ze toch een lager schooladvies krijgen. Te zeggen van ja, je ouders die kennen dit niet, dus ga toch maar naar een niveautje lager. Maar het zit ook. Het zit zo verweven in je menselijk kapitaal en je netwerkkapitaal die mensen hebben. Dus ook in Nederland, zelfs in Nederland, is dat nog zo bepalend voor de kansen die je kunt krijgen. Dus dat. Heb je het idee dat je als minister na zoveel jaar dat je het gedaan hebt, echt verschil kan maken? Ja. Daarin? Ja. Want dit idealisme dat je nu toont, wat jouw drijver is, vaak komt het allemaal zo technisch over. Gaat het over dossiers en cijfers en ik geloof wel dat je daar goed in bent. Maar dit is eigenlijk iets wat je toch niet zo vaak ziet van de minister, dat dit jou echt drijft. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt. Dus ook meer, ik denk dat het ook wel te maken heeft met een soort meta-analyse. Is dat politici die ondervraagd worden nooit echt op een ideale bevraagd worden, maar altijd over het dossier wat die dag speelt. Wat nu speelt, ja. Over het nieuws. En waarom er toch wat hij zegt toch niet klopt, zou ik maar zeggen. Dus ik denk dat het ook te maken heeft met dat die vraag niet vaak wordt gesteld. Maar in sommige interviews heb ik dit wel degelijk ook, dit thema als bepalend voor mezelf neergezet. Dus in weten te krijgen, ja. Uiteindelijk. Heeft je vader het leven geleefd dat hij had willen leven tot nu toe? Is jouw vader, heeft hij zijn potentieel kunnen benutten? Dat is een moeilijke vraag, vind ik dat. Mijn vader is een hele harde werker. Jij ook? Ik ook, maar hij ook. Altijd, hij heeft in de bouw gewerkt en in de onderhoud en heel lang bij de RET in Rotterdam. Maar hij kon heel goed voetballen als jonge man, zou ik maar zeggen. En zelfs zo goed dat hij ook dat er werd gevist naar betaald voetbalclubs waarin naartoe zou had kunnen gaan. Dat heeft hij toen niet gedaan, omdat hij ook toen net een gezin had. Ik was net geboren, ik was het oudste kind. En hij had vaste banen en zekerheid, zou ik maar zeggen. Toen was betaald voetbal nog niet, zou ik maar zeggen, de bling-bling die het nu is. Maar ik denk altijd dat zijn diepste droom zou zijn geweest. Ja. Voetballer worden, ja. Echt prof. Ja. En bij jou was die droom vrij snel voorbij, hè? Ja, ik kan absoluut niet voetballen. Ik kan een beetje voetballen, maar onvergelijkbaar met mijn vader of mijn broertje. Ja.
Hoe zou je willen dat mensen terugkijken? Stel dat je niet weer minister wordt. En dat je gewoon iets anders gaat doen. Hoe wil je herinnerd worden? Nou, eigenlijk wat je net zei. Dat er mensen zijn die zeggen, omdat hij daar een paar jaar heeft gezeten, heeft hij een paar wissels omgezet die belangrijk zijn voor Nederland, maar ook voor mensen. Zoals de arbeidsmarkt, de insider-outsider. Zoals de toekomst van de pensioenen. Zoals de inburgeringswet die ik heb mogen aanpassen. Dus ik hoop dat dat uiteindelijk in de geschiedenisboeken terechtkomt. Als zijnde van, hij heeft al een paar wissels omgezet. Het wordt uiteindelijk waarschijnlijk, dus met alle respect, een zinnetje in het geschiedenisboek. Of een, Nou en. Dat is genoeg. Je hebt iets betekend. Is er nog wel stilte in je leven? Jawel. Ja. Je bent wel heel veel aan, dat wel. Ik ben heel veel, ook s'avonds heel veel aan het bellen. Maar lezen bijvoorbeeld en de notas lezen, daarover nadenken, dat doe ik het liefst ook richting de latere avond. Om dan de stilte eerst die je kunt gebruiken voor dat soort overdenkingen. En dan kan je even terug naar die waar het om begonnen is uiteindelijk. Ja, dan stel je inderdaad af en toe de vraag over waarom deed ik het ook alweer en klopt dat nog? Dat is de laatste woorden. Dank je wel. Pieter, dank je wel. Tot zo. Ik doe een stapje opzij. Nou, we zijn warm gedraaid. De eerste ronde geweest. Ja. De tweede staat te popelen van ongeduld. En volgens mij hoeft het zich niet voor te stellen. Kennen jullie elkaar wel? Ik ben benieuwd. Hey, dat komt. Oh, sorry. Ik mag op allebei niet. Wat leuk. Ja, wat leuk. We spreken elkaar in een hele andere setting. Ja, hele andere met setting. Camera's erbij. Met camera's erbij. Ja, dat is ook heel leuk. Ik wou het eigenlijk met je hebben. Dit is echt verbijsterend. Je bent minister. Dit is het spannendste ministerschap wat je ooit had kunnen bedenken. Tijdens de coronatijd zoveel miljarden moeten uitgeven. En je bent ambtenaar geweest bij Financiën. En daar was je in 2008, vond je het dus vreselijk dat je zoveel miljarden moest uitgeven voor het redden van de banken. En nu heb je het zomaar gedaan. Hoe is dat nou gegaan? In een weekend hebben jullie het bedacht zo ongeveer. Hoe ging dat? Eind februari, in mijn herinnering, precies de datum. Dat zal wel. Eind februari kwamen op het ministerie van Sociale Zaken de eerste signalen binnen van bedrijven die werktijdverkorting wilden. Die eigenlijk zeiden, van bedrijven die naar China exporteerden, ja. Naar Wuhan. En dat waren er in eerste instantie een paar honderd. En normaal gesproken wordt die regeling voor 200 bedrijven per jaar gebruikt. Vanwege brand of overstroming of dat soort dingen. En toen werden in één keer bij het 400-500 en in één keer 5000. En toen dacht ik van, hier is iets aan de hand. En dit kunnen we niet met de normale instrumenten oplossen. Als dit groter wordt, dan hebben we een nieuw instrument nodig om... Dus je had al een beetje tijd gekregen om dit van tevoren waarschuwing. Ja. Kijk, heel Europa heeft ongeveer hetzelfde gedaan. Hè? Want overal, dus dat is natuurlijk verbijsterend hoe anders we nu gereageerd hebben dan in 2010. Heb je enig overleg gehad in Europa? Of is die coördinatie in Europa eigenlijk helemaal toevallig tot stand gekomen? Er is geen overleg geweest tussen de minister van Sociale Zaken over de steunpakketten. Wel later, hè, toen allerlei landen allerlei pakketten hadden geïntroduceerd, is er wel overleg geweest over... Meer leren van elkaar, ja. Hè, van vergelijken. Hoeveel doen jullie dan? En ook de staatssteunkaders natuurlijk. Hè. En dan wanneer is dit ongeveer? Mei. Oh ja, dan is het eigenlijk al gebeurd, dus dan is het niet meer interessant. Nee. Dus voor je besluitvorming heb je echt gewoon helemaal op je eigen mensen moeten draaien. Ja. En eigenlijk is het een groot succes. Laten we gewoon eerlijk zijn, we hebben dat eerder een keer gedeeld. Maar mijn kapper die zegt altijd tevreden, binnen 10 dagen had ik het geld op mijn rekening. Ja. En heb je daar nooit geaarzeld? Je geeft nu dat geld gaat nog steeds bij bakken de deur uit. Ik bedoel, de oude financiën aarzeling moet weer terugkomen. Nee, hier heb ik geen moment over geaarzeld. Omdat ik anders dan 2010 of 2012, over de banken, want inderdaad, ik werkte op financiën in 2008. Ja. Anders dan toen zie ik het echt als een soort eenmalige klap naar beneden door een extern virus. Waar ook heel snel weer een einde aan zit. Waar ook het doel was, althans, zeker in die eerste fase, zal ik zeggen, in maart van vorig jaar, toen hadden we nog ook het scenario, binnen 3-4 maanden is dit achter de rug. En dan is ons belangrijkste doel is om... Goed. Ja. Wel de mooie brug naar de volgende. Want over een paar maanden is het achter de rug, dat denken we inmiddels niet meer of niet zo makkelijk meer. Nee. Eigenlijk al meteen in maart hadden jullie ook... Een ingewikkelde discussie over de schoolsluiting. Ja.
waarbij jullie eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, in de wielen gereden werden door een paar specialisten die in de media gingen roepen dat de scholen dicht moeten. Eigenlijk het kabinet heeft toen, volgens mij het hele kabinet was het eens dat dat niet moest gebeuren. Klopt dat? Of was er in het kabinet toen al enige verdeeldheid? Nee, het kabinet vond, en ook het RIVM overigens, hè, ook de OMT vond dat de scholen open moesten blijven vanwege de lage besmettelijkheid van de kinderen ook. Ja. Dus niet alleen maar, zou ik zeggen, het voorkomen van leerachterstanden, wat natuurlijk ontzettend belangrijk is, maar ook de kinderen spelen een kleine rol in de verspreiding. Ja. Dus het kabinet vond dat de scholen open moesten blijven, maar we zagen wel dat het maatschappelijk, dat de druk steeds groter werd. Ja, de maatschappelijke Kamer. Druk speelde een hele grote rol. Ja, maar ook bij scholen zelf. Hè. Dus ook schoolleiders die zelf de school dicht gingen doen. Of leraren die zeiden van ik kom niet meer werken vanwege het risico. Dus, op een gegeven moment was het ook gewoon niet meer houdbaar. Toen hebben we het vlaggetje omgelegd, zou ik maar zeggen. Ja. Maar daarna heel snel weer geopend. Ja. En hebben jullie het nou met, laten we zeggen, Van Dissel en met het OMT over gehad van welke rol kunnen die adviseurs spelen om, laten we zeggen, de specialisten terug in het hok te krijgen? Daar hebben we het daar onderling wel vaak over gehad. Maar niet zozeer met Jaap van Dissel. Want Van Dissel onderling bedoel je het kabinet? Kabinet, ja, precies. Ja. Jaap van Dissel is natuurlijk gewoon voorzitter van het OMT. En is een viroloog en een deskundige van infectieziekten. En die adviseert vanuit die optiek over wat zijn maatregelen die nodig zijn om het virus onder controle te houden. Ja. En de bredere afweging, de integrale afweging, is aan het kabinet. He, dus inderdaad, 2 weken geleden nog hebben we besloten om de scholen te openen. Ondanks dat er zorgen waren over de Britse variant, hebben we toch de weging gemaakt van wij vinden het belangrijk dat die scholen open gaan, zeker voor primair onderwijs en het basis en de kinderopvang. Je snijdt al het najaar aan, dus het lijkt me goed om nu naar het najaar over te gaan. Ja. In het najaar, dat begint in zeg maar, oktober, september, dan ontstaan er voor het eerst gewoon beelden over verdeeldheid in het kabinet. De 3 W's vinden eigenlijk iets anders dan de witte jassen. Dus even voor de kijker, de 3 W's, dat ben jij, dat is Wopke Hoekstra en dat is Erik Wiebes. En de witte jassen, dat heeft Tom Jan Meulstad genoemd, maar ik geloof dat het eigenlijk uit het kabinet komt, dat zijn Rutte en de jongen. En dan eigenlijk de eerste in oktober winnen jullie, als ik het gewoon even gewoon als een wedstrijd mag zien. Maar je doet de wedstrijd, dat hebben we net gehoord van Pieter, je doet de wedstrijd, of van jou door het interview met Pieter. Je doet de wedstrijd voor het land. Jullie hebben toen gewonnen. Jullie hebben de scholen kunnen openhouden. Ja, goed dat je het zo vraagt. Ik heb het toen ook niet gezien als een wedstrijd. En dat zie ik nog steeds niet als een wedstrijd. Maar hoe dan ook, de uitkomst was dat jullie wonnen. En daar ben ik eigenlijk in geïnteresseerd. Hoe gaat dat nou? Ik blijf een beetje hangen bij dat winnen. Want volgens mij is het niet winnen. Later hebben we natuurlijk ook kritiek gekregen dat we te laat waren bijvoorbeeld, hè, met ingrijpen. Even, ja. Dus maar je probeert een inschatting te maken, althans ik vind dat het onze taak is als ministersploeg, een inschatting te maken van aan de ene kant virus, ziekenhuis, bedden, IC-bedden, dat soort zaken. Aan de andere kant, wat zijn de consequenties voor mensen, voor leerlingen, voor economie, voor ondernemers. En daar probeer je een balans in te vinden, een weging in te maken. En als je dan toch vegen dat virus maatregelen moet nemen. Dat kan ik allemaal volgen. Maar natuurlijk, dat neemt niet weg dat er daar 2 ministers zijn onder wie de MP. Die zeggen, jongens, we moeten nu hard worden ingegrepen. En dat er 3 anderen zijn die zeggen, jongens, kalm aan, er is ook nog de economie. Of er is de rest van de samenleving. Dat is eigenlijk wat relevant. Hoe gaat dat nou? Hoe gaat zo'n discussie? Ja, dat knettert af en toe flink binnen de ministerraad. En dat mag, dat moet ook. Dat mag ook. En het is ook heel logisch, want ik spreek met de vakbonden over mensen die hun baan dreigen te verliezen. Of met werkgevers die zeggen, ik kan niet meer ondernemen, ik ga failliet. Hugo spreekt met heel veel artsen en met ziekenhuisbestuurders. Wopke spreekt weer met ondernemers en met staatsschuldbeheerders, zou ik maar zeggen. En die belangen, het zijn ook belangen, moeten bij elkaar komen. En die weging moet gemaakt worden in de ministerraad. En af en toe, ik heb nog in een interview gezegd, af en toe denk ik ook wel eens, mijn belang wordt te weinig waarde aangekend. Rot op met dit gezeur. En dan knettert het daar en heb je af en toe ook ruzie. Het is geen persoonlijke ruzie, het is een soort beroepsmatige ruzie. Het is een zakelijke ruzie. Ik zou het bij jou niet anders kunnen voorstellen dat het zakelijk is, maar desalniettemin moet er een meningsverschil. En dan botst dat en uiteindelijk komt daar een besluit uit bij meerderheid. En dan zeggen we, zullen we het zo doen? En dan is het ook, vind ik het ook mijn taak om dat besluit ook uit te dragen naar buiten. Maar nu komen we in november. Ja. En
als ik het dan heel plat mag zeggen, dat wil jij niet, maar dat ga ik toch doen. Je ging door de pomp. Of jullie drie gingen door de pomp. Als ik het even gewoon heel... Hoe ging dat? Wat dreef, wat motiveerde jullie om door de pomp te gaan? Waarom zijn jullie omgegaan? Laat ik het dan beleefd zeggen. Door de pomp. Ja, even, we zagen dat het virus heel hard groeide. Dat het aantal besmettelijken heel hard groeide. En dat exponentiële groei echt exponentiële groei is. Dus dat het echt zo ging. Ja. Met een heel groot risico van het overstromen van ziekenhuizen en ook IC-bedden. Met het als gevolg dat alle andere behandelingen, de kankerbehandelingen of de open hartoperaties, weggedrukt werden. Maar heeft het toen al geknetterd in het kabinet? Zeker, ja. Ja. Ook toen? Ja, maar wel met een andere achtergrond, ander cijferbeeld, andere analyse die eronder ging. Toen zagen we ook echt, zal ik maar zeggen, het aantal besmettingen toelopen. Dat hadden we alle sommen van het RIVM, die ook nu openbaar worden gemaakt in het Catshuis, hadden we liggen met, ja, als jullie niet ingrijpen, gaat dit tot leiden tot misschien wel 1500 tot 2000 mensen die op de IC terecht moeten komen. En die plekken hebben we niet. Dus dan moeten we, zal ik maar zeggen, ambulances gaan weigeren. Ja. Nu, anders, je hebt daar wel een soort... gewoon de cijfers hebben je overtuigd en hebben je meer meegaand gemaakt met de witte jassen, als ik het even zo kort mag samenvatten. Hebben mij overtuigd van het feit dat we moesten ingrijpen om te voorkomen dat we inderdaad echt helemaal uit de rails zullen lopen. Ja. En als je nou denkt over, bedoel, je wordt daar geadviseerd, dat OMT dat adviseert, maar dat is ook een lobbygroep, als ik het een beetje zo af en toe proef. Nee, voelde je nou... Dat lobbygroep vind ik niet terecht, want het zijn medici en virologen die vanuit een perspectief van virologie daaraan kijken. Het heet ook outbreak management team, hè? Ja. De outbreak van een virusinfectie. En die hoeven ook niet te kijken naar wat het doet voor scholen of voor leerachterstanden. Dat is onze taak. En dat kan ik volgen, maar ik zou... Ik bedoel, als ik nu naar de cijfers kijk, dan denk ik, we hebben het voortdurend over B117, de Britse variant. Ja, de Britse variant, ja. En in alle eerlijkheid, je moet langzamerhand aan de ernst van de Britse variant gaan twijfelen. Je ziet eigenlijk dat de cijfers alleen maar teruglopen. En we hadden al lang stijging moeten zien als de Britse variant echt zo serieus was. Nou ja, dit is precies ook de discussie die dan aan die tafel wordt gevoerd. Van wat zien we hier nu eigenlijk? En welk aandeel is dan de Britse variant in de totale mix? Ja. Wat betekent dat voor de besmettelijkheid? Wat betekent dat voor de scenario's voor over 2 maanden? En dan als je naar de Jaap van Dissel plaatjes kijkt, dan zie je ook dat de onzekerheid... Je bent ook modelbouwer. Ja. De onzekerheid is gigantisch. En dat is natuurlijk... Dat maakt het inderdaad nog steeds ingewikkeld om hier in te sturen. Je hebt nooit het gevoel gehad dat je ergens... ingeluisterd bent? Nee. Nooit het gevoel gehad dat het ingewikkeld was met de medici. Dat je, als het ware, bedoel, er is nu, als je kijkt, de communicatie is voortdurend de angst voor de Britse versie, voor de Britse variant. Ja, even terug in de tijd. Een aantal keer dat ik zeker ook bijvoorbeeld in april vorig jaar in het Catshuis zat, of na de zomer in het Catshuis zat, en die sommen zag van de modelbouwer van de RIVM, wat een hele goede internationaal vermaarde modelbouwer is. Ja. En elke keer keek ik naar die cijfers en 3 weken later pakte ik dat er nog een keer bij en dacht ik... Het klopt min of meer. Jeetje, wat knap. Wat ontzettend knap, omdat je met deze onzekerheden... Dus het zijn echt knappe modellen, maar er zit, en dat is natuurlijk het punt, er zit ontzettend veel onzekerheid in. Nu komt snel de discussie. Gaan we ook de middelbare scholen openen? Ja. Ga je dat doen? Die liggen, zoals de minister-president al zegt, liggen voor de stapel. Dat is het eerste wat weer open moet. Dus zijn jullie het erover eens in het kabinet? Ja, dat heeft de minister-president ook... Nee, maar dat we gaan doen straks? Zeker, ja. Ja, omdat hetzelfde argument hier geldt. Maar een andere analyse onder ligt, namelijk... we zien dat de middelbare scholieren wel een grotere rol spelen in de besmettelijkheid. Dus daar moet je wel over nadenken hoe je dat kan mitigeren, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ik lees een stukje van Herstelbund in El Trouw, hoor. Heel goed. Dat is de laatste woorden. Dank je voor het interview. Dan moet ik jou weer vragen de ruimte, de operatiekamer te verlaten. Dank. Over de helft, meneer Koolmees. Ik vind het leuk. Ja? Ja, een beetje water erbij. Zeker. Schenkt u rustig in, want de klok gaat pas lopen als u er klaar voor bent. De derde heeft, denk ik, ook geen introductie nodig. Die herkent u vanzelf wel. Hi. Hi. Goeiedag. Ja, hoe gaan we dit doen? Zo, ja. Moet ik me voorstellen? Nee. Oké. Gingen die eerste 2 gesprekken, gingen die 12 minuten heel snel? Of juist dat je dacht van het mag mij wel wat sneller? Het ging heel snel. Hoop je nu dat die 12 minuten lang duren of dat ze heel snel voorbij gaan?
Ik heb, dat, is dit een dreigement? Of wat? Nee, helemaal niet. Ik hoop dat het een heel leuk gesprek wordt. Oké. D66 staat op dit moment op hoeveel zetels in de peilingen? Tussen de 12 en de 14, geloof ik. Ja, 12 en de 15 zelfs 15, in de laatste peilingwijzer. Ja. Wat gaat daar mis? Weinig. U vindt het wel goed gaan? Nee, kijk, we hebben in 2017 hebben we 19 zetels gehad. Dat was de één na hoogste aantal zetels sinds 1966. Alleen Paars 1, Van Mierlo, heeft 24 zetels gehad. Mm-hmm. Dus Alexander Pechtold heeft een briljante prestatie neergezet toen door 19 zetels te halen. En wij hebben als D66 vaak het verwijt gehad, halveren, of regeren is halveren, zou ik maar zeggen. Nu staan wij nog 12 tot 15 zetels. Dus dat het niet op de helft is eigenlijk een goede prestatie. Nou ja, en ik zie wel opwaarts potentieel voor de komende weken. We zijn nu 4 weken voor de verkiezingen, hè? Ja. Mevrouw Kaag is aan het warm lopen, hè? Ik zag vandaag de aftrap inderdaad. Andere coalitiepartijen zijn niet zo hard geraakt. Of in ieder geval de VVD heeft alleen maar in zetels gewonnen. Het CDA zit vlakbij of eigenlijk iets boven wat ze nu in de Kamer hebben. De ChristenUnie doet het ook beter dan... Hoe verklaart u dat? Waarom lukt dat D66 niet en die andere partijen wel? Ik denk dat het ook te maken heeft met wat ook tijdens de formatie natuurlijk voor Alexander Pechtold en voor mij een belangrijke afweging was. Gaat D66 toetreden tot een kabinet met 3 wat conservatievere partijen? Als de meest progressieve partij in deze coalitie hebben wij natuurlijk wel een bijzondere positie daarin. En daar komt het door? Nou ja... Of doen die andere partijen... Ik kijk oprecht niet naar elke dag naar de peiling. Oh jeetje, wat doen wij verkeerd of dat dit aantal zetels rechtvaardigt. Zo heb ik er nooit naar gekeken. Ik kijk altijd naar hoe kun je ervoor zorgen dat je je idealen en je wensen kunt realiseren. U bent een analyticus, toch? Ja. Dus dan zal u vast wel eens analyseren. Hoe komt het dat het die andere 3 wel lukt en ons niet? Nou ja, ik denk dat het breder speelt, dat aan de conservatieve kant van het politieke spectrum het makkelijker gaat dan aan de progressieve kant van het politieke spectrum. Wat D66 is, geldt natuurlijk ook voor de Partij van de Arbeid of voor GroenLinks in meer of mindere mate. Dus daar zit ook een verklaring, denk ik, in. Maar ik vind het altijd een soort scorebord, journalistiek-achtige elementen bevatten. En continu naar die peilingen te kijken. En dan heel erg naar je navel te gaan zitten staren van, oh, wat doen we verkeerd? Ik denk dat D66 in deze coalitie heel veel tot stand heeft gebracht. Dat we daar ook heel trots op mogen zijn. Als het gaat over het klimaatakkoord, als het gaat over het pensioenakkoord. Ja. En dat we daarom ook... Maar blijkbaar zat de kiezer daar niet per se op te wachten. Ja, het 17 maart is nog ver. We zullen het dan zien. Gaat er dan nog iets gebeuren in de tussentijd waarvan u denkt, daardoor kunnen wij het alsnog voor elkaar krijgen? Want waarop is het gebaseerd? Ziet er nu niet mijn ervaring, ik klink niet als een hele oude man, maar ik loop natuurlijk nu 11 jaar in politiek Den Haag. En 2 maanden voor de verkiezingen is het altijd het beeld anders dan zo vlak voor de verkiezingen. Ik kan me nog 2012 herinneren dat er eigenlijk een soort tweestrijd was tussen Mark Rutte en Emiel Roemer. Ja. Wat uiteindelijk Diederik Samson werd. Die kwamen heel dicht bij elkaar met het eerlijke verhaal van Samson. Ik kan me ook nog herinneren in 2017 dat het veld flink opgeschud is in de laatste weken. Omdat bijvoorbeeld Buma nog premierskandidaat was, een paar weken voor de verkiezingen. En daarna plotseling het gat tussen VVD en CDA heel groot was. Dus ik denk dat heel veel mensen nu nog niet weten waarop ze gaan stemmen. Ook omdat ze er niet in verdiepen nog. En dat de komende weken in de campagne... Pas het gaat neerdalen. Het gat tussen de VVD en D66 is nu echt gigantisch. Bijna, hoeveel zetels zullen het zijn? 25 verschil? Ik weet niet. Ziet u Kaag straks in het torentje zitten? Zeker. Zeker? Nee, ik zie er zeker zitten, ja. Denkt u dat Kaag na 17 maart premier wordt? Nou, dat weet ik niet. Met de huidige peilingenstand is dat natuurlijk een raar beeld. Ik denk dat altijd het heel goed zou kunnen. U bent de man van de percentages. Maar doe eens een schatting. Nee, de grootste kans dat het... Daar kun je geen schatting op doen. Het hangt natuurlijk ook af van wat doet de rest. En welke coalitie komt er dan vervolgens uit? Over coalities gesproken. U zei net, wij zijn als enige progressieve partij in een kabinet gestapt met 3 wat conservatievere partijen. Dat verklaart wellicht dat wij wat achterlopen in de peilingen.
Is dat een les voor een volgende keer formeren? Dat er minimaal één andere progressieve partij bij moet zitten? Nou, sterker nog, dat was ook onze insteek vorige keer. Dat is niet gelukt. Hebben het zonder gedaan. Daar hebben jullie nu de les van geleerd. Dus is dan de les voor de volgende keer, dan moet er echt een progressieve partij bij zitten? Anders doen we het niet. Nou, ik zit niet in die positie. Zo'n vraag maar u heeft wel een mening. Ik heb wel een mening. Maar die vraag moet je vooral aan mevrouw Kaag stellen. Maar die zit hier nu niet tegenover mij. Nee, maar ik zei net al, ik ben altijd van de lijn dat als jij dingen kunt realiseren die voor de partij en voor je achterban en voor wat je belangrijk vindt, belangrijk zijn, dat je die kunt realiseren, dan moet je die kans pakken. Zo zit ik altijd in de wedstrijd, omdat ik ook vind dat je daar die zetels die je krijgt, de mensen die op jou stemmen, die moeten ook een belangen, gewaarborgd of vervolmaakt zien worden. En dus als dat niet lukt met een andere progressieve partij, dan maar nog een keer gewoon. Ja, ik vind het altijd zo'n armoede is misschien niet het goede woord, maar ik vind het altijd zo'n. Zo, dat je van tevoren gaat zeggen, met jou wel, met die niet. Dat hebben jullie gedaan bij FVD en PVV, toch? Ja, dat is een ander punt dan, zal ik maar zeggen, met wie wil je precies regeren? Want daarvan heb ik gezegd, van tevoren, met die partijen willen we niet gaan regeren. Willen we niet in een coalitie stappen vanwege de standpunten van die partijen. Vanwege de grote inhoudelijke verschillen en vanwege de racistische standpunten van die partij. Maar dat vind ik een ander punt dan, wil je wel met de Partij van de Arbeid, GroenLinks of ChristenUnie. Volgens politicoloog is dat wel eerlijker tegenover kiezers. Hè? Dus in plaats van dat je opsomt met wie je allemaal niet wil, dat je opsomt met wie je wel wil. Dat ben ik wel met de politicoloog eens, denk ik. Kom maar met een lijstje, zou ik zeggen. Dat is echt niet aan mij. Dat is echt niet aan mij. Ik sta niet eens op de lijst. Nee, maar u wil straks wel weer een kabinet in. Dat weet ik niet, daar ben ik over aan het nadenken. Ja, dat zijn Haagse. Ja. Ik dacht dat die Haagse. Nee, maar ik ben niet in de positie, ik sta niet op de lijst, ik ben niet in de top 10. Ik heb wel het verkiezingsprogramma geschreven. En daarmee vindt u dus ook niks? Sorry? En daarmee vindt u dus ook niks? Daar vind ik heel veel van, maar alles wat ik nu zeg, rijdt Sigrid Kaag in de wielen, en dat wil ik niet. Ik ken mijn rol en ik ken ook mijn positie in deze, dus... Ja. Ik hou ook netjes mijn mond over, anders hebben we morgen weer allemaal krantenberichten over Koolmees vindt dit. En dat, ja. U had het net eventjes over de thema's, over alles wat is gelukt. Toch, als ik nu kijk naar de thema's waarmee D66 campagne aan het voeren is, dan is dat onder andere onderwijs. Nou, jullie hebben de afgelopen 4 jaar de minister van Onderwijs gehad. Er zijn nog nooit zo vaak demonstraties op het Malieveld geweest van leraren. Ja. De wooncrisis. Nou ja, jullie hebben de afgelopen tijd natuurlijk ook de minister van Wonen gehad. En die crisis is er niet minder op geworden. Dus wat zegt dat dan? Wat heb je dan eigenlijk voor elkaar gekregen als je nu met allemaal nieuwe beloftes komt? Maar even twee feiten voor de confrontatie. We hebben met 4 partijen een coalitie gemaakt. Wij als D66 hadden de vorige ronde 4 miljard euro investeren in het onderwijs in ons programma staan. De andere partijen veel minder, een paar 100 miljoen bij de VVD en het CDA. Uiteindelijk is het 1,9 miljard euro geworden, waardoor we ook in staat zijn geweest om de leraarssalaris in het primair onderwijs met 14% te laten stijgen. Kan je zeggen, het is niet voldoende, want dat gat is er nog. Dat is waar. En daarom zeggen we nu in het volgende verkiezingsprogramma, we gaan die stap zetten. Dat is één zo'n feit. Ander feit, mevrouw Ollongren is het gelukt om 2 jaar achter elkaar 80.000, 75.000 woningen te bouwen. En heeft allerlei deals gesloten met steden om meer woningen te bouwen in de komende jaren. Dus ja, er is een wooncrisis, maar die was er al lang voor dit kabinet. Want het is eigenlijk ontstaan in de crisisjaren 2010, 2015, dat er niet gebouwd werd. En juist mevrouw Ollongren heeft een stap erbij gezet, zodat er echt gebouwd wordt. Dus voor beide elementen, het is typisch zo'n verhaal. Daarom zitten wij in de politiek en daarom willen wij dingen realiseren. En daar word je misschien niet altijd heel populair van, of niet altijd direct de credits voor. Maar ik ga er wel voor staan. Ik vind wel dat we dat verhaal moeten vertellen. Dat we door D66 1,9 miljard euro hebben geïnvesteerd in het onderwijs in de afgelopen 3 jaar. En daar ben ik trots op. Even door naar het volgende onderwerp, want ik zie het klokje tikken. Waar is het klokje? Oh, daar. Ja, en buiten uw zicht geplaatst expres. Heb ik me laten vertellen hoor, weet ik niet, de onbevestigde bronnen. Een van de thema's waar Kaag nu campagne op voert is moreel leiderschap. Hè? Ja. Wat is dat? Dat is een iets abstracter begrip. Dat je misschien normaal politiek gewend bent in koopkrachtplaatjes en in aantal woningen die gebouwd zijn. Maar het gaat denk ik over hoe je als leider je positioneert en hoe je je keuzes maakt, dat je daar ook morele overwegingen een rol in laat spelen. Niet alleen maar, zal ik maar zeggen, koopman, ook een beetje dominee. Ja, vindt u dat belangrijk? Ja,
Nou, net zo'n voorbeeld toen we het hadden over partijen die worden uitgesloten. Dat, ook dat is inderdaad van tevoren wel een signaal die als partij geeft. Wat ook te maken heeft, vind ik, met moreel leiderschap. Ja. Maar daar mogen mensen heel verschillend over nadenken. Maar die mensen hoeven niet per se op D66 te stemmen. Maar ik vraag het omdat u een van uw dossiers... We hebben u de afgelopen tijd veel gezien over pensioenen. Inderdaad, steunpakketten voor die ondernemers. Maar een van uw portefeuilles is integratie. Ja. Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de Black Lives Matter, van de Zwarte Pieten discussie, zoals ieder jaar. Er zijn een aantal hele grote thema's geweest waarin we u eigenlijk bijna niet hebben gehoord. Ik dacht, waar is het morele leiderschap van Wouter Koolmees op deze thema's? Nee, daar heb ik recent een stuk over geschreven in Trouw. Ja, in 4 jaar lang 1 lezing en 1 opiniestuk. Op dit thema. Oké. Als dat het meten van succes is, dan prima. Wat ik zelf, of betrokkenheid. Nee, dat vind ik niet. En ik heb heel bewust voor gekozen op dit terrein dat niet te doen. Waarom? Als het gaat over integratie, zie ik in Nederland heel snel een hele gepolariseerde discussie. Die eigenlijk sinds 2000, sinds het manifest de multiculturele samenleving van Paul Scheffer, heel erg leidt tot een soort wij tegen zij. En elke keer als het op tv of in de kranten over integratie gaat, gaat het over wij tegen zij. En dat debat komt maar niet verder. En ik heb er bewust voor gekozen, toen ik minister van Integratie werd, om niet in dat debat te stappen. Omdat ik er ook een beetje klaar mee was en een beetje moe mee was. Dus ik heb heel bewust daar een low profile gekozen. Maar dan maakt u uw rol dus eigenlijk heel klein, want u kunt dus ook het debat sturen. Ja, nee, dat geloof ik niet. Want ik geloof niet dat dat zo makkelijk is. Wat ik heb gedaan, is ik heb hele concrete dingen gedaan. Ik heb een nieuwe inburgeringswet gemaakt. Ja, die is weer uitgesteld, hè, tot januari 2022. Ja, maar hij is wel met algemene stemmen aangenomen in de Eerste Kamer. En daarmee op een thema als integratie een wet aannemen met algemene stemmen, inclusief ook PVV bij wijze van spreken, dat zegt wel wat. En daar ben ik ook heel trots op. Het andere punt is... U mag hem afmaken. Nou, het andere punt is, ik heb dit thema een aantal keer ook in lezingen, ook in het Kamerdebatten aan de orde gebracht. Maar dan ontspoort het direct weer in een soort denk versus PVV discours. Waarvan ik denk, gadverdamme, laten we het achter ons laten. Laten we kijken naar wat ons bindt en niet continu naar die oude discussie van 2000. Dat zijn de laatste woorden. Ik ga jullie bijdragen achter mij aan te komen. Ja. We gaan nabeschouwen. Lim je op je vaste plek? Dat gaan we nu eens even bekijken. Kom zitten, kom zitten. Hier heb je nog een... Dankjewel. Granaten. Zo, het zit erop. Het is voorbij gevlogen. Ja, hè? Ja. Weet je wat ik heel opvallend vond? Alle drie is dat u op uw stoel... Zit u, allemaal heeft u ruim naar voren toe. Dus het grappige dat jullie alle drie zaten jullie achter in je stoel. Dus heel vaak zien wij bij interviews dat de interviewer wat meer op zijn voorstoel gaat zitten. En hier was het andersom. U heeft permanent eigenlijk een hele ontspannen, beetje hangend op de leuningen, maar naar voren gezeten. En dan krijg je een onmiddellijke werking is dat de interviewer met zijn rug tegen de leuning zit. Ik wil niet zeggen gecornerd wordt. Zien jullie wat wazig kijken, Pieter? Viel het op? Oh ja, daar heb ik er niet over nagedacht. Stef, daar denk ik over bewust van. Ja, het was wel een lekkere stoel. Ja, nou, oké. Okay. Ja, nee, ik vond het juist niet zo'n lekkere stoel. Ja. Oh, ja. Ja, je ging wat meer naar voren. Heel goed, heel goed. En op tv zegt iedereen in je oortje het ga ze rechtop zitten, joh. Ja. Dus ik was zo blij dat hier niet was. We gaan dus even alle drie langslopen. En geef ook gewoon aan hoe je het ervaren hebt. En, Pieter, ik begin met jou. Ja. Je gaf het in het voorgesprek aan, de rode draad, alles kwam samen in het insider-outsider, hè? Dat was mijn idee van tevoren. En ik heb wel meer een beeld gekregen van meneer Koolmees dan daarvoor. Het is heel grappig. Je ziet als je ergens komt waar hij al eerder over gepraat heeft, dat zijn aandacht een beetje verslapt. Dat hij denkt, god, daar gaan we weer. Dat is grappig om te zien. Die scheiding van de ouders is toch nog steeds een beetje gevoelig. Het is natuurlijk wel heel lang geleden, maar niet iets waar hij graag over praat. Ja? Nee, ik denk dat daar pijn zit, eerlijk gezegd. Ja. Ik ben er niet heel hard op gaan peuren. Ik denk dat je meer band met je moeder dan met je vader hebt. Of hechter. Nou, hechter, omdat ik bij mijn moeder ben opgegroeid. Waarom ik dit altijd doe, is omdat ik vind dat het echt privé is. En dat ik wil 2 dingen niet doen. Ik wil niet met dat bijstandsverhaal de hort op, zou ik maar zeggen. Omdat ik het echt zo ook niet persoonlijk beleefd heb. En dat ik ook unfair vind om dat punt naar binnen te harken, zou ik maar zeggen. En een ander punt is, het zijn mijn vader en mijn moeder. Die ook gewoon de interviews lezen. Die ook gewoon misschien wel zitten te kijken, zelfs nu.
En waar ik heel veel liefde voor heb. En die ik niet zomaar zeggen. In een kwade daglicht wil zetten. Dan moet jij iets gaan vertellen over iets dat uiteindelijk niet goed geëindigd is, omdat die relatie er niet meer is. Ja, maar dat is al. Ik ben 43, ik was 9 toen ze gingen scheiden. Dus ik heb veel langer, zou ik zeggen, in een gescheiden positie geleefd dan in een getrouwde positie. Dus voor een deel zat er ongemak, maar er zat, meen ik te zien, ook nog wel toch wel pijn. En wat ik verder interessant vond om te zien, wat ik dat eigenlijk toch dacht van ja, het is. Ik dacht eigenlijk, met alle respect, meneer Koolmees is ook een beetje een technocraat en die hebben we ook nodig. Hij is goed met cijfers. Ja. Nou ja, ik denk altijd, ik ben blij als iemand dat regelt en dan hoef ik het niet te doen. Ja. Maar ik zag toch ook wel heel veel gedrevenheid. Ja. En dat vond ik interessant om te zien. Want je hebt natuurlijk vrij gauw door dat dit interview niet gaat over het pensioenakkoord. Het is persoonlijk. Ik had niet het gevoel dat er een soort ongemak bij u ontstond. Of toch wel een beetje? Nou, is het algemeen. Of ga je wel een beetje in de modus, een beetje. Nou, in het algemeen heb ik daar geen ongemak over. Ik voel me ook niet geremd om daarover te praten, over zo'n insider-outsider thema bijvoorbeeld. Ook niet om mijn eigen ervaringen mee te nemen. Waar ik wel moeite mee heb, is als mensen dichtbij me bij staan, die dan onderdeel worden van het verhaal. En dan dat hou ik het bewust een beetje weg, omdat ik het gewoon niet netjes vind. Je vrouw, je kinderen, je ouders, ja. Et cetera, je broers, je zussen. Dus daar wil ik een beetje omheen praten dan, denk ik. Ik denk dat ook hetgeen is. Dat deed je heel aardig, toch? Nou, dank, ja. Ik vind nog even, het woord ambitie viel natuurlijk een paar keer. Die drijfveren. En dan eindigt het interview, ik vond die metafoor wel mooi. Wat is dan de erfenis, hè? Na 4 jaar Koolmees? Misschien nog op 4 jaar, maar laten we even concentreren op de afgelopen 4 jaar. Ja, ik heb een paar wissels omgezet. Is dat nou gewoon de realiteit van de politiek? Of is het een soort bescheidenheid? Dus de realiteit van de politiek, ben ik bang. Kijk, het ging natuurlijk ook over schuldgevoel naar je kinderen. Hè, dus het gaat over het opofferen, het gaat om drijfveren. Ja, en dan dus je offert ontzettend veel op. En dan de erfenis is dan een paar wissels omgezet. Ja, maar ik vind het heel erg mooi dat wissels zijn omgezet. Dus daar leef ik voor. Dat vind ik, daar word ik heel warm van. En ik vind het heel belangrijk dat die wissels worden omgezet. Ja. Het is alleen niet zo dat morgen er een heel nieuw land daarnaast staat. Zo werkt dat gewoon niet. En als Pieter nu het woord technocraat gebruikt? Dat vind ik. Heb ik altijd een soort compliment gezien. Ja? Het wordt vaak gezien als een soort negatief stempel. Hè? Van dat is iemand die inderdaad geen waarde of geen bevlogenheid heeft, maar meer een boekhouder, zou ik maar zeggen. Maar ik vind ook dat je de techniek wel moet beheersen om ook goede keuzes te kunnen maken. En ik durf van mezelf wel te zeggen dat ik wel iets van pensioenen weet, bijvoorbeeld. En dat is handig als je minister bent die gaat over pensioenen. Ja. Dus in die zin vind ik dat technocraat nooit een scheldwoord. Ik vroeg me ook af, meneer Brommers, het duurde natuurlijk 12 minuten... en dat is natuurlijk per even niet zo'n goed teken dat dat te kort is. Ik was ook benieuwd, wij spreken, wat voor gevoel zou je hebben als je nou, wij spreken, theoretisch na afloop hier met hem de kroeg in zou duiken en tot 2 uur vannacht een biertje zou gaan drinken. Wat voor gevoel ik dan nou ja, zou, heb je dan het idee dat je dan dronken? Ik zou überhaupt wel weer eens 2 uur in een café willen zitten en zonder boete thuis komen. Maar waarom raken jullie dit ook maar? Ik bedoel, heb je dan het gevoel dat je zegt, nou, over die onderwerpen die we nu geraakt hebben, zou ik dan wij spreken de sluizen kunnen openzetten? Nee? Nou, wat ik dan in het interview misschien niet deed, ook misschien vanwege de tijd, ik zou eigenlijk meer voorbeelden willen hebben van de momenten waarop die. Nou ja, dat je voor het eerst meneer de minister bent en op zo'n ministerie komt en mensen die daar al veel langer zitten en of er dan toch een onzekerheidje bekruipt. Wat de momenten zijn dat het je toch bekruipt, dat je denkt, ik hoor hier niet te zitten of mag ik hier wel staan of is mijn stem het wel waard om gehoord te worden. Dus daar had ik eigenlijk wel anekdotes over willen horen. Heb je er toevallig nog eentje, op zak? Nou, letterlijk is als de eerste keer dat je het ministerie binnenkomt wandelen en er een haag mensen staat van de secretaris-generaal en zou ik zeggen, de bestuursraad en de secretaris, denk je ook, oh jee, kom je hier als piepeltje binnenlopen en zo'n groot ministerie en 23.000 mensen die daarvoor werken, dan voel je je wel heel klein ook wel een beetje. Ja. Maar is het dan, u heeft natuurlijk gewerkt op het ministerie, u heeft de regering gecontroleerd vanuit de Kamer. En dan loop je uiteindelijk zo'n ministerie in. Dus je hebt dus allerlei al beelden van hoe dat zou kunnen zijn. Wat is dan totaal verrassend anders dan je ooit had gedacht? Nou ja, dat vind ik bijna onmogelijk te beantwoorden. Omdat ik inderdaad 7 jaar op het ministerie van Financiën heb gewerkt. Ja. Dus ik ken de ambtelijke lijnen. Maar het grote verschil is dat je plotseling de minister bent.
dat je plotseling, zal maar zeggen, iedereen naar jou kijkt om een keuze te maken. Ja. Elke avond krijg je ook zo'n tasje mee met beslispunten. Wilt u A of B? Zeg het maar. En dat maakt, dat is heel moeilijk te omschrijven, maar dat is een soort verantwoordelijkheidsgevoel en een soort druk die er dan opkomt, die je daarvoor nooit zo ervaren hebt. Als Kamerlid ben je voor of tegen een motie, of je hebt een discussie in de fractie, maar in één keer ligt er een stapel aan nota's en zegt het maar, minister, u mag nu zeggen, wat gaan we met de AOW doen, wat gaan we met de WW doen en dat soort zaken. En dat gevoel, dat voel je ook wel in één keer een soort eenzaam, alleen. En, maar ook machtig. En klein, zei je. Dat is klein, want anderen zouden zich groot voelen. Ja. Anderen zouden zeggen, kijk mij, joh, ik heb pap, mam, ik heb 23.000 mensen onder me. Ja, maar dan kom je bij die wissels, denk ik. Ja. Ja. Ik geloof niet dat het hoogste doel in het leven is om dat te bereiken. Dan is uiteindelijk de wissels proberen om te zetten en dingen te doen die ik goed vind. Zo'n inburgeringswet, wat ik echt een mijlpaal vind. Om dat te bereiken, niet zozeer de dienstauto of de 23.000 mensen. Maar u geeft toch een voorzetje die ik niet kan weglaten. Wat is dan het doel van het leven voor u? U zegt, dat is niet het doel van het leven. Wat bedoel je? Ik probeer toch, zeker in mijn politieke carrière, het is een soort Calvinistisch-achtig iets, nuttige dingen te doen, gegeven mijn idealen en wereldbeeld. Deze komt niet voor de allereerste keer uit de mond rollen, volgens mij. We gaan naar het tweede gesprek. Koen. Ja, wat bij jou wel een beetje last, waar jij tijd verloor. Als je bepaalde woorden gebruikte, dan liet hij de kans niet onbenut om die te corrigeren. Als? Nou ja, bijvoorbeeld over een wedstrijd had je het bijvoorbeeld. En dan zei hij, nee, wacht even, ho. En dan ging hij dat eerst corrigeren voordat het gesprek verder ging. Hè? Dus ja, ik denk dat deed ik doelbewust omdat ik anders weet dat hij het gaat doen. Ja. Dat Wouter het ging doen. Want ik wist dat die wedstrijd, daar zou hij natuurlijk ver van weg blijven. Maar natuurlijk, hij speelt een wedstrijd. Ja. Ik bedoel, of je het als een wedstrijd ziet die hij persoonlijk wil winnen. Of een wedstrijd die hij wil winnen voor het land. Hij zal het laatste doen, maar ook een beetje het eerste, anders gaan die niet bestaan. Dus dat wilde ik eigenlijk, daar wilde ik de discussie over kort sluiten. Dus ja. Tegelijkertijd wilde ik hem dat woord wedstrijd ook wel geven, want het was gewoon natuurlijk. Ja. Ik bedoel, zoals hij ook zei, het heeft heftig geknetterd in het kabinet. En ik hoop dat het nog een paar keer heftig knettert de laatste weken voor de verkiezingen. Want dat moet. Maar je probeert natuurlijk ook, want dat hebben we natuurlijk van tevoren, toen jij nog daar met de koptelefoon op zat. Je wilt natuurlijk ook eigenlijk wij spreken over die strijd. En misschien ook wel door de verandering van het speelveld nu. Hè, dat laten we even kort samengevat met die Britse variant. Als we nu kijken naar de cijfers, zien we dat die toch anders verlopen dan met val Armageddon-achtige toekomstspellingen. En jouw doelstelling was natuurlijk in die veranderende situatie of er misschien ook iets zou veranderen aan die strijd, toch? Ja, nou goed, ik ben, dus in die zin ben ik net niet helemaal aan het eind gekomen. Er zijn denk ik twee dingen. Dus ik vraag me af hoe ze naar hun kabinet kijken. Daar ben ik gewoon niet aan toegekomen. Hoe kijken jullie nou naar het optreden van Ernst Kuipers en Diederik Gommers op tv? Dat is, mijn les, als ik gewoon in de evaluatiestand schiet en niet als interviewer, zou zijn dat bij een volgende coronacrisis dat niet meer zo moet. Dat je niet moet hebben dat het hele land gegijzeld wordt door twee mensen uit het OMT. En dat is denk ik één discussie. Dit is een onderwerp waar ik ook als ik daar had gezeten, ook niet heel snel antwoord op zou hebben gegeven. Want ik, wij spreken, het omgekeerde zie ik gebeuren. Iemand zit op tv, zegt iets, en dat domineert dan de krantenberichten een dag later. Want moeten dat? Als ik zoiets zou zeggen, zou dat altijd direct de andere kant op zijn. Dus dat vind ik ook niet de kern van de discussie. De kern van de discussie, vind ik, is de keuze die je maakt binnen het kabinet. En dat het daar knettert over welke ruimte je wel of niet ziet voor scholen of voor ondernemers, gegeven de coronacrisis. Dus daar ben ik misschien ook wel in mijn interviews altijd een beetje, blijf ik daarvan weg. Ik wil niet zo'n uitspraak doen, dat ik weet, gaat het de kern niet om. Misschien maar goed dat je niet gevraagd hebt, omdat ik wel kon raden dat je daar niet op zou antwoorden. Dus laten we maar even teruggaan. De schoolsluiting is natuurlijk wel een hele interessante discussie. Ja. Daar zitten jullie nog met hele grote discussies. Je hebt net iets tussen neus en lippen door bevestigd dat het nog wel zal knetteren in het kabinet de komende twee maanden. En dat ik mijn zegen heb, zal ik maar zeggen, laat het knetteren, want dit gaat niet goed. Maar hoe zie je dat nou zelf? Ben je nou tevreden over wat er in november, december gebeurd is? Of heb je achteraf toch aarzeling?
Nee, ik heb heel veel aarzelingen over heel veel onderwerpen over het hele jaar. En dat heeft ook te maken met de grote onzekerheid waar we steeds in zitten. En dat probeerde ik ook net een beetje te die antwoord op jouw vraag te zeggen. Heel veel dingen weten we gewoon nog niet. En in die onzekerheid moeten we wel vergaande beslissingen nemen die hele grote consequenties hebben voor mensen. Waar we nu één keer echt overvallen zijn door die exponentiële groei in, nou, wat was het, oktober, denk ik? Ja, eind november volgens mij, dat al deze beslissingen genomen zijn, als ik me goed herinner. Dus in oktober hebben jullie die eerste lock, dus zeg maar de kroegen dicht. Ja. En halverwege... Maar dan zie je ook die exponentiële, hoe snel het kan gaan. En dat je in één keer met 170.000 of 180.000 mensen zit die het virus hebben. Met dat risico dat het dan... Ja. Nou ja, dus daar zit nog steeds, hadden we het niet anders beter moeten doen. Dus Je zou ook kunnen zeggen, natuurlijk het wonderlijke is natuurlijk, je moet, vooral natuurlijk in zo'n tijd moet je als kabinet natuurlijk met één mond praten. Maar, en dan zitten we vervolgens 4 weken voor die verkiezingen. Dus je zou ook kunnen zeggen, ik moet er zomaar van maken wat hij wil, maar dat je zegt, ja, het is ook wel goed om ook in deze tijd nu wat meer te laten weten wat wij als D66 ervan vinden. Maar als ik u zo beluister in die interviews, ik bedoel, voor u staat het landsbelang en uw partijbelang en daar uw persoonlijke belang echt ver onder, hè? Het lijkt me een soort heilige of zo. Nee, dit is heel slecht. Je bent geen goede politicus. Ik wil hem ook wel een kwartslag draaien. Ja. Je zou met moeiteloos kunnen stellen dat... U bent de architect van het pensioenakkoord. U bent de architect van het steunpakketten. Ik vind dat veel partijgenoten van u zouden zeggen... die Koolmees zou eens wat harder op de trom mogen slaan... welk succes die geboekt heeft. Ja, er is letterlijk partijkritiek op u dat u zegt... Ja. De successen die wij binnenhalen met die Koolmees... wat doet hij? Hij geeft iedereen ongeveer de credits... behalve zichzelf en daarmee ook niet de partij. Ja. Dus u bent zo technocraat dat de partij eronder leidt. bijvoorbeeld bij zo'n pensioenakkoord vind ik een mooi voorbeeld. Bijvoorbeeld bij het pensioenakkoord... als ik dat zou doen... zou er nooit een pensioenakkoord zijn. Ja, ik begrijp het. Want vervolgens zit u weer met diezelfde figuur aan tafel. En die heeft u net allemaal gecomplimenteerd. Ja, en bij het pensioenakkoord heb ik maar niet alleen maar de vakbonden en de werkgevers. Even van het andere perspectief. In dit geval, bij het pensioenakkoord kan ik volgen wat je zegt. Maar bij corona zou het precies andersom zijn. In dit geval denk ik eerlijk gezegd dat we langzaam in de situatie zijn... dat met name de Mark Rutte, met alle respect dat ik voor hem heb... inmiddels een positie inneemt die vooral electoraal gedreven wordt... en dat hij minder ontvankelijk is voor het belang van de opening van scholen. Dat is electoraal minder aantrekkelijk. En jij en ik weten dat de kosten van schoolsluiting gigantisch zijn. En op geen enkele manier, in alle eerlijkheid, ik heb het net uitgerekend, dat weet je nog niet. Dit argument is precies de reden waarom we 2 weken geleden het primair onderwijs en de kinderopvang hebben geopend. Nee, dat begrijp ondanks ik. Ondanks het feit dat die Britse variant er was. Dus dit was precies dit maar argument. Dus anders, ongetwijfeld gaat nog knetteren in het kabinet. Zeker, ja. En ik denk dat D66 gelijk heeft. En dat gebeurt vaker. Dus, ja. Maar dat is anders gezegd. Waarom profileer je je niet? Omdat ik ben wel echt van de school... het kabinet spreekt met één mond. En als wij samen een besluit hebben genomen... ook een besluit waar ik het misschien niet helemaal 100% mee eens ben... dat ik wel naar buiten toe dat ga verdedigen en ga uitleggen. Omdat ik dat ook netjes vind. Ja. We gaan naar Lemmia toe. Ja. Het meest politieke interview, ja. Ja, dat was, als je er zelf nu op terugkijkt, wat is je gevoel? Wat vind je er zelf van? Nee, we komen direct, gaan we het echt even langs lopen. Maar wat is je overheersende gevoel? Ja, het werkt niet zo om met gestrekt been in te gaan bij Koolmees, merkte ik. Want de antwoorden werden een beetje kort aan het begin. Ik weet niet of het je opviel, maar dit is allemaal heel kort en wat stuurs. En toen ik in het tweede wat... volgens mij wel iets te kort was deel op een van de portefeuilles inging. Toen merkte ik dat de antwoorden wel wat langer werden. Dus. En ik vond het ook ergens wel grappig, want we hebben het nu net over D66er zijn en je politiek profileren en zo. Dat is wel even, heb je wel even geprobeerd door te vertellen wat er allemaal is gebeurd en zo. Maar dan komt dan toch een beetje over van, oh ja, dit is dan een moment om dat toch even te kunnen zeggen of zo, weet je wel. Ja. Klopt dat? Het gaat om... Ja, ik word altijd wel stuurs, dat is even het eerste deel. Ik word altijd stuurs van, zou maar zeggen, wat ik dan voel als heel politieke vragen. Dat denk ik, maar je bent toch politicus? Ja, dat ben ik ook, maar niet op die manier. En daar wil ik gewoon niet aan meedoen. Dus dan word ik korter af en dan ga ik... Maar waar niet aan meedoen? Waar doe je dan niet aan mee? In jouw vraagstelling zitten allerlei ofwel waardeoordelen ofwel potentiële valkuiltjes...
waarvan ik denk, als ik daarop ga staan, dan val ik daarin. En die voel je van een afstandje aankomen, zou ik maar zeggen. En dan denk ik van, ja, ik heb er oprecht nooit zoveel zin in. En dat weet je, want we hebben vaker de gesprekjes gehad. Ik heb er niet zoveel zin in, dus dan word ik korter af. En dat wil ik er niet over hebben. En wat zou een valkuil kunnen zijn bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld even modelleiderschap. Zo'n term, dan weet je al, oké, wat is dat dan precies? Wacht even. Dat vond ik nou ontzettend leuk. Want dat begrip wordt overal te pas en onpas gebruikt. Ik ben gewoon begrijpen vraag, wat het betekent. Wat verstaat u daar eigenlijk onder? Ja, oké. Okay, maar dus u zit daar nog in een... Goed punt. Terecht punt. Daar heb ik ook oprecht antwoord op gegeven. Maar weer daarvoor, waarom zit D66 in de peilingen? Dus dat was de eerste vraag volgens mij. Waarom scoren we slecht in de peilingen? Wat is daar de verklaring voor? Dan denk ik, ja, gaan we nu, zou ik zeggen, de route op D66 staat er slecht voor of zo? Dat ik dat oprecht niet vind. En ik heb proberen uit te leggen waarom ik dat niet vind. En waarom ik vind dat de deelname van D66 aan dit kabinet... Maar ik vind dit wel interessant, want zie je dat dan bij mij als... Het is een feitelijke constatering. Nee, niet persoonlijk hoor. Nee, dat snap ik. Maar het is zeg maar, het is natuurlijk een feitelijke constatering dat D66 het meest achterloopt in de peilingen als je kijkt naar verlies bij andere coalitiepartijen. Ja. Dus als je dat dan ziet als een valkuil, dan zegt het misschien wel wat over hoe je naar politiek journalistiek kijkt. Dat vind ik vaak niet zo heel interessant. Omdat ik het oprecht... Wat ik zei net in het antwoord. Ik heb die peilingen de 3 maanden voor de verkiezingen van de SP... van 30 naar 10 zien gaan. En van de andere... uiteindelijk gaat het om... Voor mij stonden wij vorige keer op 12 zetels... 2 weken voor de verkiezingen. Het zijn er 19 geworden, geloof ik. Ik weet niet meer precies, maar... bij de hond zijn we de laatste weken voor de verkiezingen hard gestegen. Dus... Ik vind dat heeft ook een soort drosteffect. Misschien niet het goede woord. Heeft een soort praten over de peilingen creëert, zal maar zeggen, de waarheid van de dag. Alsof dat de situatie is. Terwijl ik probeer uit te leggen waarom hebben we meegedaan in het kabinet en wat hebben we daarin gerealiseerd. Dat vind ik interessant. En dan mag je hem ook aanspreken op dingen die niet goed zijn gegaan. Of waar we het teleurgesteld hebben. Dat vind ik ook terecht. Maar zou ik zeggen, de peilingen als vertrekpunt nemen van daarmee doen jullie het niet goed. Dat denk ik, ja, dat vind ik allemaal. Sorry. Maar haak ik hem voor mezelf ook maar af. Eigenlijk, volgens mij. Ik vind het wel grappig dat. Volgens mij zou u eigenlijk gewoon veel liever met hele concrete voorstellen een campagne ingaan. Dan met eigenlijk wat abstractere kreten als met moreel leiderschap gaan we het torentje veroveren. U wordt toch van het hele begrip wordt u volgens mij bijna wat kribbig. Nee, niet van het begrip moreel leiderschap. Ik begrijp heel goed wat daar wordt bedoeld. Maar het wordt een soort. Politieke junkies all over, zou maar zeggen. Dus de politieke verslaggeving wordt bijna politieke junkies. Ja. Het gaat meer over het spel. Het gaat meer over wie profileert zich goed. Wat is de human interest kant? Dan over... Dan over dingen bereiken. Dan over... wat vind je nou van nou, het inhoud. Onderwijs, de inhoud, de pensioenen? Maar in het café, dat denkbeeldige café van jou. Ja. Ik hoop dat we het ooit nog meemaken. Maar zou je wel hebben gezegd, kaag in het torentje? Tuurlijk niet. Doe normaal. Waarom? Nou, we los nee, maar dat was een politieke aanval. Los daarvan. Vier bier krijg je. Maar los daarvan... Dat is niet het punt dat ik wilde maken. In de kroeg gaat het niet over het pensioenakkoord. In de kroeg gaat het niet over de inhoud van wat weet ik veel wat. Maar het gaat het over, is Rutte een knappe peer of is mevrouw Kaag capabel? Dat soort dingen. Wouter, volgens mij is dat niet helemaal het punt waar het daarmee over ging. Het gaat ook over, het gaat niet over het pensioenakkoord, maar het gaat wel over beelden en woorden met morele lading. Ja. En morele leiderschap heeft natuurlijk een hele zware morele lading. Klimaat heeft ook dat is ook geen concreet voorstel. Dat is een morele lading, namelijk we geven om de toekomst. Maar bij sommigen, het is grappig, bij jou is dat de lading die je bij klimaat hebt. Bij hij ziet allemaal modellen. Ziet bij anderen, ik zal straks mijn telefoon pakken, zal ik een ingezonden brief laten zien over VNO begint steeds meer op D66 te lijken. Want ze hebben het over diversiteit en waarde, gadverdamme. Dus bij anderen is klimaat het woord van invloed van de overheid in mijn dagelijkse leven en allemaal belastingen. Maar dus wat ik wil zeggen, die woorden, politiek gaat niet over berekeningen, maar gaat over woorden. En over de emotionele lading die woorden heeft. Dus je moet wel iets met woorden hebben. Dat hoort bij je vak. Ja, maar ja, dat is ook zo. En ik weet niet, ik zei tegen jou in het begin, ik weet wat ik goed kan en ik weet wat ik niet goed kan.
En wat ik niet goed kan, en dat hebben jullie misschien ook wel gezien in de interviews vandaag, is dit soort grote woorden en dit soort invalshoeken. Dat vind ik ook niet leuk. Ik ben er ook niet goed in. Drijft mij niet. Zit er niet mijn... Ik kan andere dingen goed. Ik kan akkoorden sluiten. Ik kan samenwerken. En dat kan ik wel goed, dat weet ik. Maar zet mij niet op een stoel om te vertellen over... ik word er ongemakkelijk van. Ik ga ervan lachen. Ja. Weer komt dat lachje. Ja, wij gaan richting een afronding. Nog twee kleine dingen even. U heeft, dame, uw carrière is zo interessant. U bent ministerie geweest, maar u bent ook natuurlijk mede-onderhandelaar geweest met Pechtold. Als je over macht praat, hè, dan kan je echt eens even in de keuken van de machine kijken. U bent minister. Wat is eigenlijk, als je nou even gewoon... Wat was het, waar zegt, nou, daar kom ik eigenlijk het beste op mijn recht. Als minister of als onderhandelaar, u heeft ook allemaal lenteakkoorden. U heeft werkelijk hele bijzondere dingen allemaal meegemaakt. Wat was, zegt, daar kwam Wouter Koolmees het best tot zijn recht? Ik kom het best tot mijn recht. Hier heb ik wel over nagedacht en langer over nagedacht. Ik kom het best tot mijn recht als ik met een inhoudelijke bagage compromissen kan verzinnen en bruggen kan slaan. En waar gebeurde dat het best? Nou, dat gebeurde een aantal keer met het Lenteakkoord. Gebeurde, ja, bijvoorbeeld. Dat gebeurde bij de begrotingsakkoorden met Rutte 2, hè, met de Partij van de Arbeid erbij. Dat gebeurde bij de formatie, bij het regeerakkoord. En dat gebeurde bij het pensioenakkoord bijvoorbeeld ook. Ja. Dat brengt mij bij de laatste vraag. Ik heb natuurlijk een beetje uw woorden in twijfel getrokken van dat u nogal wat nadenkt met eventueel minister worden. Maar ik ga nou toch eens even tot slot met u meewandelen. Laten we nou eens zeggen dat die gedachtegang leidt dat u het niet meer gaat doen. U bent een frisse veertiger. Zeker. Dus met andere woorden, laten we nou eens die hele politiek... U zit echt in de herfst van uw politieke carrière. Wat zou Wouter... Ik wil u vragen wat u wil worden als u later groot bent. Maar gewoon laten we nou die politiek eens helemaal aan de kant schuiven. Tot slot. Hij zegt het elke zin, pensioen. Ja, met pensioen. Ja. Ik wil nog niet met pensioen. Ik wil het serieus weten. Wat is nou... Want u ligt nou een werkend leven voor u als de politiek het niet meer wordt. Wat zou u... Met alle dingen die we vandaag nou gehoord hebben... Wat zou nou een goede baan voor u zijn of een functie? Nee, ik heb me voorgenomen om daar niet over na te denken, zolang ik politiek actief ben. Ik ga een stap naar je toe zetten. Maar ik denk dat ik wel op zoek ga naar een baan die, als dat moment er is, inhoud met dit soort dingen combineert. Met hoe kan ik ervoor, hoe kan ik verbinden? Hoe kan ik... ik denk dat ik wel goed kan... inleven in wat iemand anders wil of hoe die in een discussie staat en dat ik daar goed in ben. Dus dat ik dat goed kan aanvoelen en dat ik daar connectie kan maken om een akkoord te sluiten om er samen uit te komen. Dus ik denk dat soort dingen goed kan. Ik moet zeggen, als ik nou headhunter zou zijn, dan kan ik gaan graven in de kaartenbak. Er zijn heel veel vacatures die hier... Nou, daar kom op terug. Ik ben 43, ik heb een werkend leven voor. Ik ga... U danken voor het kijken. En ik ga u danken voor de aanwezigheid. En natuurlijk jullie alle drie als interviewers. Dat was hem in ieder geval voor deze keer een bijzondere uitzending. Al was het maar omdat u niet in de zaal zat, maar gelukkig bij ons was via de livestream. Wij danken zeer de minister. Graag gedaan. Fijne campagne nog. Dank je. En tot in Den Haag. U dank voor het kijken en heel graag tot de volgende aflevering bij Operatie Interview. Tot de volgende keer. Dank.